Welkom op het podcastkanaal van Veghel Fantasy. Mijn naam is Rick Veghel en ik ben de Dungeon Master van The Wonders. Elke dinsdagavond vanaf 7:30 kun je op YouTube en op Twitch meekijken met de verhalen. We hopen dat jullie het tof vinden en wensen je allemaal veel luisterplezier. Goed! Hallo weer allemaal! Welkom terug bij The Wonders. Gelukkig nog altijd niet voor dezelfde ruimte. Maar voor wie op Instagram gekeken heeft, iedereen heeft een beetje een plastic cocon, dus ik zie iedereen in een soort van waas aan alle tafels. Maar als goed is, kunnen jullie mensen nu ook anders zien op de stream, want we hebben dus ook gekeken dat iedereen een webcam voor zijn neus heeft gekregen. Zodat jullie in ieder geval goed kunnen kijken, want ik had eerst de cam setups die we hadden, alleen met die plastic zeil er al voor. Ja, je zag Jesse gewoon niet meer door die twee zeilen tussen hem en Dave zitten en dan tussen mij en Jesse. In ieder geval, je zag... hoe zou ik net zeggen? Pixels uit de jaren 90. Dat was echt een... mijn gezicht was één bruine vlek met één zwarte pixel in het midden. Dat was alles wat ik had. Cyclop. Ja, en daar kwam een beetje op neer. Dus, mag ik een verzoek doen aan de kijkers, Rick? Als we gekke bekken trekken... Oh, daar zijn jullie. Als we gekke bekken trekken, doe een screen grab. Een tijdstip. Onder in de comments. Dan kan ik hem die gebruiken voor Instagram. Zoals nu bijvoorbeeld. Of gebruiken, weet je wel... Hè, voor verjaardagen, trouwerijen, scheidingen, weet je, noem maar op. Wat is dat? Zo. Wat, dat kan toch? Zeg, iemand opdoen kan net zo goed met hele slechte foto's. Even goed om te weten. Er is weer een giveaway vandaag. En niet zozeer omdat het septembermaand is, want die is inmiddels goed voorbij. En ook niet omdat het vandaag 2020 is, al voor het wel een goede van Dave's juist. Had ik ook kunnen zeggen, maar nee. Nee, we hebben een... ik heb eergisteren nog een giveaway geregeld... bij een ander game weliswaar dan D&D, maar wel een game die heel erg helpt om in social roleplay je makkelijker thuis te voelen. En dat is het spel Barbic. Ja goed, ik ben zo fan ervan, het is een super tof spel. Ik heb ook allebei setjes hier. Maar het is kort natuurlijk de lock-in kaart. Dat is een aanzichtkaart die krijg je thuis gestuurd. En in principe krijg je daar gewoon een soort opvouwmodel van het spel, een soort van light versie. Wil je gewoon die thuis ook met een twee of drie man of misschien zo'n webcam. Wel gewoon lekker kunt spelen, ook heb je het hele spel niet. En als je wil kun je ook nog Turbotopia vinden. En dat is was ik te vroeg bij je D&D sessie. Het is ideaal om gewoon op te warmen en een beetje in die vibe te komen. Zeker als je roleplay wat moeilijk vindt. En in de pauze, net voor we gaan beginnen, komt er een opdracht die jullie in de pauze uit moeten voeren. En aan het einde van de pauze maken we weer dat bekend. Mogen wij ook mee doen? Weet je wat, ik sta er toe. Maar wel, je mag niet meer zelf stemmen als je een stem voor de winnaar. Of het een eentje voor je en eentje voor de kijkers. Dat gaat dan toch goed. En we moeten blijven zitten toch? We kunnen hier niet echt bewegen. Nee, als we dadelijk al in de pauze zeggen, we willen naar buiten, wordt echt zo'n... Ik ga eerst naar buiten. Nee. Bij buiten, ja, dan mag de tweede naar buiten. Of een beetje in onze rare kokonde blijven. Het was namelijk dat of iedereen zo'n masker op die echt je hoofd echt afknijpt. Want dit staat op XL, dat je hier een heel groot hoofd hebt, maar... God, maar ja. De dikke hoofd, de club. Oei. Dit is waar ik zoiets van, mijn brein gaat daar geen bloed meer krijgen. Dus, Mooi, je stem, je hoort het ook wel. Bauw. Ja. Ik heb een eigen echo kanaal dadelijk. Daar zien jullie een beetje mimiek en ik heb hier een hele vochtige baard na een paar uur. Yes. En het is wel een hele goede facelift zo. Moist. Ja. Ik ga het ook voor de beanie bouwen, dat is een goede stem, dus dan gaan we die gewoon opzetten. Eens even kijken, dan zijn dat denk ik het grootste van de aankondiging voor vandaag. Natuurlijk allemaal blijf gezond, draag je masker, et cetera. En als je naar D&D's al wil doen, kijk dat je een paar van deze zeilen haalt. Dat je wel niet zo veilig mogelijk kan spelen, als je er al voor kiest om niet online te doen. Dus dan gaan we gewoon nu naar de Wonders toe. En dan mag, als Dave klaar is met pixeleren van Charlie aan het einde van de tafel. Wat hebben we voor keer gedaan, Dave? Zo is het niet te verstaan. Nee, echt niet. Het voelt als een moment in een musical waarop iedereen hetzelfde dansje gaat doen. En alleen ik niet weet wat er gebeurt. Ik heb dat gevoel. Halt weg, hè. Oké dan. Ik zal het met mijn normale stem gaan doen. Kira loopt naar achteren met de schaper om te praten over welke richting we op moeten. Weet je toch? Ja, weet ik. Schaper zegt, zuidwest. Kira zegt, ja maar, kijk, we moesten naar het noorden.
Hij zegt, ja, maar nu moet je Zuidwest. Wat? Zuidoost? Nee, nee, Zuidwest. Oké. Okay. Kira loopt verslagen naar buiten. Cookie, Kenji en Slee zijn ondertussen op zoek naar iemand in het dorp die hun kan helpen met dingetjes. Voor Cookie is dat herbs. Voor Genji is dat poison stuff. En voor Slee is het zijn zwaard. Ah. Ja. Het zwaard is niet gelukt. Poison is semi gelukt. En herbs is gelukt, maar wel tegenover een prijs. Want de shaman die had een paar heel veel potten. Een paar heel veel potten. En die paar heel veel potten die moesten een beetje geordend worden, dat het niet meer een paar heel veel potten waren, maar gewoon een paar potten wat gelabeld waren. Dus Cook denkt, als ik stenen heb, kan ik shapestone doen en dan heb ik rekken voor die potten, waar de namen wel bij staan voor die potten. Dus hij dat doen, met 2 dagen overheen gegaan. Genji doet een beetje meehelpen. En Slay is nog bezig met zijn zwaard, wat hij niet snapt. Dan ondertussen, die avond, gaan we met z'n allen weer eten, gezellig. Beetje sperrips, jam 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 jam. Of vegetarische sperrips voor mensen die dat liever willen. Want zo zijn wij hier, we zijn open voor iedereen. Tenzij u zegt dat het geen sperrips meer mag eten. Ja, dat kan. Dat kan. Dat iets van allebei, heb je meer te boven. Ja. Maar de vraag is, de sperrip, is dat het vlees wat aan de rib zit of is het het gedeelte waar de ribben bij zitten? Want in dat geval kun je gewoon de overgebleven ribben pakken en daar vega-stuf omheen doen. En dan heb je ook sperrips. Cool. Dat kan natuurlijk ook. Lijkt me niet lekker, maar het kan wel. Weet je? Kun je zien? Kun je zien? Ja? Ja? Oké. Okay. Nou, die avond gaan we dus eten en Kira gaat een beetje boos op schapen worden van yo, Pik, hallo. Je zei, eerst moesten we naar het noorden van Matsumatsu en nu zeg je, we moeten naar het zuiden. Of het zuidwesten. Nee, het zuidoosten. Nee, het zuiden. Zuidwest. Zuidoost. Nee, wat is het nou? Weet ik niet. Weet zij niet. Ik weet het wel, het is zuidwest. Schapen zegt, ja, maar ja, dit was jullie hele dingetje met zijn jullie waardig. En op zich zijn we dat wel, maar ja. Nu naar de volgende groep, om dat te bewijzen. Dus wij gaan nu naar de volgende groep. Ondertussen zit Nitrantart binnen. Krijg je een beetje blablabla Zwik te zien. Oh, mooi. Voor mij was het heel mooi, voor de rest die vond het wat minder. Maar goed, maakt niet zo uit. Na het eten is Slij op zoek naar een tent. Dus die praat met iemand van, joh, waar kan ik een tent vinden? Die zegt, kijk maar aan de achterkant van het kamp, daar ligt een tent. Daarna ben ik nog met de schapen gaan praten over het visioen. En dan kregen we de tip. We moeten geduld hebben. De belangrijke. Hebben jullie die tip meegekregen? Ja. Moet je geduld hebben. Goed zo. Ja. Cookie? Ja, geduld. Geduld. Kenji? Geduld. Goed zo. DM? En Poison. Super veel geduld. Geduld. Dat zei ik. Wat? Geduld. Precies, geduld. Dat zeg ik. Geduld. En we moeten niet naar de Oman Isles. Weet je dat nog? Weet jij dat nog? Heel veel Vermorians. Heel veel Vermorians, heel goed. Doe. Kenji, wat is daar? For Lacerians. Ja, goed zo, heel top. Oh, die is van mij. Oeh, dat is warm. Goed. Iedereen zo op van mogelijk. Moet je mij geen hete kop koffie in mijn handen duwen? Dat gaat pijn doen. Wat wil je dat je voor niet koud is? Dan hebben we nog een. We hebben natuurlijk nog wat gekregen, want uiteindelijk hebben we een paar veel potten met herbs hebben we geordend gekregen. Aan de hand van Shape Zone van Cookie en mijn crafting skills met de wood carving tools. En uiteindelijk hebben we Kenji en Cookie wat gekregen, maar ik weet niet meer wat, want dat hebben ze zelf opgeschreven. Wat heb je ook weer gekregen, Cookie? Meer herbs. Meer herbs. Wat heb jij gekregen, Kenji? Ja, wat fijn dat je dat geld krijgt. Oh man, wat heb je geruild? Aan mijn nippete caps tegen Wormtongue petapetals. Oh, geruild. En welke was beter? Weet ik niet. Okay. Moet ik nog uitzoeken. Oké, dus je hebt misschien een hele slechte deal gemaakt. Ja. Oké. Nou, goed. Ik heb toen mijn woodcarving kit weggegeven voor 4 healing potions en 1 superior healing potion. En daarna ging iedereen kijken wat heb ik om te ruilen, wat best wel grappig was. Uiteindelijk hebben we niks meer gevonden. En toen zijn we vertrokken naar het zuidwesten.
Nee, eerst naar het noordwesten, want dan gingen we over de heuvels naar de Northfolk. En de Northfolk zouden ons dan meenemen met een bootje. En toen zei Genji tegen iemand, hey, toen wil ik naar het noorden. En toen zei hij, ja, hoezo? Ja, we moeten naar Northfolk. Toen zei hij, oh, top, dan ga ik die vermoorden. Dus, nu moeten we dat gaan fixen. En dan geef ik het woord nu aan Rick. Ja, je bent de vorige keer voor een deel meegereden op de ruggen van enkele stamleden. Om echt te komen tot het volgende dorp. En toen je zei waar je naartoe ging. Toen ging er zo van jagersinstinct aan. Toen was er een beetje paniek voor hoe gaan we dat oplossen. En daar gaan we dus mee beginnen vandaag. Want wat doen jullie dan? Je bent nu op de rug voor een deel meer aan het rijden. Ja. Zijn we eigenlijk al meerdere dagen onderweg? Ja. Maar als je dus zo'n ding wil doen, mag het even gezegd worden. Dan doen we even met je in de hoop even opgehouden. Prima. Hoogte krijgen van... Willen zij echt die mensen allemaal gewoon uitmoorden? En waarom? Oh ja! Oh, dat is niet goed. Wat zijn de grootste moordenaars in mijn campagne? Fijn dat je oplet met Marieke. Wat hebben de Northlanders... wat hebben de Northlanders jullie misdaan dan? Als jullie ze willen uitmoorden? Het is een jacht op elkaar, zullen we het zo zeggen. Tegen de okay. Wij moeten een boot van ze hebben. Mogen wij dat eerst doen dan? Dus je best wel, als we een losse groep tegenkomen, gaan ze eraan. En als ik dat niet leuk vind? Kunnen ze uitredden? Kunnen ze harder ons redden? Nee. Al snel net. Feest. Oké. Kunnen zij ook veranderen? Nee. Tuurlijk niet. Oké. Okay. Ja, nou, jullie weten dat niks van Noordland. Ja, jullie kunnen dat wel. Ja, maar we hebben toch gezegd, er zijn maar 5 stammen waarvan 1 niet te vinden is. Hallo, ik heb opgelet voor je. Kevin zelfs. Oh. Ja. Ik hoor tussendoor op de piggybank. Ik denk tegen Koekje, ja, ja, zolang er maar iets te steken valt. Wil ik om me heen kijken of ik misschien nog iets opvallende plantjes zie. Niet gewoon standaard brandnetel, maar echt niet denk. Dus that's eigenlijk, one and need. Dus onderweg wil je, en vooral bij de pauzetijden en bij de rusttijden, ja, eigenlijk gefocust op herb zoeken. Ja. Dan voor de hele trip mag even een nature check voor me. Zonder Kiro's hulp. Oh, man. Het is een solo ding, dus. 14 plus 3. 17. Dat is netjes. Een beetje, misschien. 20. Eens kijken, ga je eerst Pico's al bij koesteling kunnen krijgen. Dus 17 nog op. Koekje, wat wil je nog meer voor dingen te weten te komen? Eventueel wat wil de rest ook te weten komen van deze mensen in, een, in jullie gespreksbabbels? Ik wil graag weten hoe die veten, zo schrijf je uit het Nederlands toch? Ja. Veten? Veten. Hoe de veta ontstaan is. Tussen de Northlanders en de Beast Boys. Oké, okay, welke vraag heb je nog? Hmm. Ik heb dan nog wel een paar vragen van hoe krijgen jullie op een goede manier meegepakt, maar dat blijkt niet zo goed. Hoe gaat het met jullie? Oké, okay, fair. Nog iets? Kunnen jullie ze ook pas vermoorden nadat we hulp hebben gekregen? Of fair. Of ze in ieder geval vragen hebben gesteld om te kijken of ze misschien niet. Ja. Jullie drie mogen even een group check voor me dobbelen met een procession check. Oh, persoon zijn dat? Wij drie? Cookie, Charlie. Hoogste stijl toch? Nee, group check. Dit gaat op de minimum zien we 2 derde succes. Hey. Oh. Nou, ik had natural 20. Oh, nice. Wat dat jij was? 24 heb... totaal. Oké. Okay. Ik heb in totaal een 7. Nice. Ik heb in totaal een 14. Oké. Jullie zijn een paar dagen onderweg en proberen steeds meer het gesprek los te krijgen. De veet is in principe ontstaan eigenlijk door territoriaal gedrag. Maar later, toen ze erachter kwamen dat dit dus lycanthropes waren, werden het meer van die trofeejachten. Dus, niet oké. Ja, ja, ja. Wat is cooler dan een leeuw een lycanthrope ding aan je hoofd van je tent hangen? Dat is een beetje. Ik wil dat heet een lycanthrope. En daar heb je minder charisma dan de rest. dus dat is één ding over het. En diezelfde strijken, hoe ik het altijd voor, is ook best diep. Het gaat wel zeker 2-3 decennia zo namelijk. Het is zelfs op een gegeven moment aan hun kant traditie geworden om elke keer als iemand volwassen wordt om te kijken of ze eentje door te krijgen om zich waardig te vonden
waardig gevonden te worden in de stam. Vanuit Dirikin? Nee, van de Noordlanders. Oké. Okay. Hoeveel ruimte is er precies tussen Dirikin en de Noordlanders? Daar zit wel redelijk wat ruimte inmiddels tussen. En ook een stukje onherbergzaam gebied waar ook niks groeit. Dus daarom is het territorium een beetje daar afgescheiden. Dat is een natuurlijke afscheiding inmiddels. Dus eigenlijk, als wij deze jongens niet meer hadden gevraagd met ons, waren ze waarschijnlijk gewoon op dit moment uit elkaars buurt gebleven. Ja. Al zijn er sommige, zoals dit soort trofeejachten, dat ze wel aan elkaar zouden wagen. Ja, oké, okay, maar wij hebben wel iets aangewakkerd wat op dit moment niet specifiek nodig was geweest. Ja. Ja, maar ze gingen sowieso deze kant om te jagen. Ja. Dat hebben we nagevraagd. Ja. Gingen jagen, ja. Alleen, werd dat toen benoemd dat we naar de Noordfolk gingen. Toen zeiden zij, oh, het is goed, dan gaan we trofeeën jagen. Wat als dus... wij, kunnen wij de ruzie oplossen? Nee, maar als het wel generaties duurt. Laten we dat nu eens proberen. Ja. Kunnen we het proberen niet erger te maken? Zij je nu eerst proberen of niet eens proberen? Niet eens. Oh, oké. Okay. Ja. Als wij één van de twee kampen gewoon helemaal uitmolen, dan is er geen ruzie meer. Ja, dat is wel waar. Fireball! Wel goed natuurlijk. You can't have a fight if there's no enemy. Ja. Yeah. Nice. Heb je leuke spelletjes gekregen? Heb ik dan alle vragen gekomen antwoord of welke had je nog? Ik had de vraag van, kunnen jullie ook wachten met de jacht totdat wij hulp van ze hebben gekregen? Oh, in principe is het nu gewoon nee, want zeker nu jullie als versterking mee kunnen gaan. Ja, maar we moeten eervol strijden en niet zomaar iemand uitmoorden. Een volk uitmoorden. Dat zo werkt het niet. Dit is een eervolle wraak. Wij zeggen een beetje het algemene koude voor jullie wraak, voor ons niet. Ik hou niet zo van dat woord wraak. Ja. Wij zijn hier buitenstanders van. Wat jullie doen? De vraag is niet eervol. Maar... Het scheelt iets tot nieuwe koekje in-game niet af en toe de mening van Bas out-game deelt. Is er ooit een moment geweest waarop deze vete niet zo stevig was als nu? Dat is nog een vraag die ik wil weten. Ja, zijn er dorpshoofden die het proberen hebben goed te maken ofzo? De eerste kennismaking begon aardig. Tot 300 jaar geleden. Tot de eerste lycanthrope duidelijk werd. En toen was het meer schrik, angst en toen trofeeën. Tot de vuurnatie aanviel. Waar is de grenslijn? Oeh. Wij zijn in principe verder naar de kant waar je naartoe moet gaan zijn. Dat is een soort van bergpas, zou ik maar zeggen. En dat is ook waar niks groeit en waardoor het niet zo interessant is voor territorium en een beetje natuurlijk afscheiding geworden. Ja, vanaf nu wil ik dat punt altijd in de gaten houden. Ik wil graag weten als we er dichtbij komen. Oké, okay, dan mag je daar even een survival check voor me maken. Nice. Is dit de goede kant? Nee. Nee, alle kanten. Anders gaat het wel heel hard. Yeah! Okay. Wat heb je taal? Dit is een skill check. Wat zei je? Survival. 5. Oké. Okay. Ik neem aan dat iemand meeluistert met dit gesprek, dus misschien kan iemand anders dit dan doen, als het aangezien echt faalt. Zeg je dit ook in-game? Oh ja, die bergpas. Ik wil die bergpas graag goed in de gaten houden. Zeg je dat in-game? Ja, gelijk. Zou ik wel grappig vinden als je dat doet. S'avonds, als we rond het kampvuur zitten, zeg ik, hey, Cookie. Hey. Wist je dat? Dan vertel ik dat de grenslijn was. Oh. Het zou handig zijn als we die in de gaten hielden. In principe, dit is, wat ik nu vertel is wat jullie over dagen aan het vergaren zijn voor informatie. Ja. Als je die informatie hebt gekregen, vertel ik s'avonds een Cookie dat ik die informatie heb gekregen. Oké, okay. Dit is een groepje, je krijgt alle drie gewoon mee. Dat moet je in een paar dagen oppikken. Oké, een bergpad moet toch wel niet de mensen zijn, toch? Is er ook niet. Wordt het slijden tussentijd? Eens in de zoveel tijd. Dan pak ik mijn rapier uit mijn stok. En dan ga ik helemaal tekeer op mijn boom. Oké, maak eens een vijftal attack rolls. Een 3. Plus. Wacht even. Het zijn er 2 boven de 20, 2 keer een 19 en een 16
en een 11. Oké. Okay. Nou, als je het allemaal raakt, en je had geen 1 of 20 erbij, hè? Naturals. Nee. Oké. Okay. Nou, je steekt een boom. Dan doe je een paar keer en dan ga ik proberen wat meer, maar... Oké. Okay. Ik merk ook niks, ik merk geen verschil. Nee. Oké, okay. Cool. Dus dat eigenlijk. Jullie gaan verder. En Gimbe komt eens aan bij die bergpas. Dit is hem. Oh, nee. Oh, heb je die in de gaten gehouden? Ik dacht dat hij dat was. Dit is hem. Ja. Beter gezegd, je ziet hem in de verte. En morgen zullen jullie daar aankomen met de hele groep. Oké, okay, het is nu avond. Ja. Ik stel voor dat wij ons als groep afzonderen en dan nu gaan overleggen wat we precies gaan doen. Want zodra we hun over de bergpas heen leiden, maken wij er een probleem van. Als wij nu zeggen, nou dankjewel voor jullie hulp, dan is het klaar. Bye. Ja, we kunnen het niet tegenhouden, zo sterk zijn we ook niet, maar we kunnen wel een beetje verantwoordelijk. Ja, moeten wij ons met hun, aan hun zijde wagen? Ik wil graag naar de berg kijken, is de berg hoog? Het is meer een heel erg verhaallijk heuvelig terrein. Heel veel heuvels die op elkaar ingaan. Oké, okay, maar als ik gewoon normaal... Heel veel donkere plekken, zogezegd. Normaal zou nadenken, zou ik denken, oh, ik zou het chillen vinden als ze meegaan. Maar ja, als er een ambush kan zijn, is dat de plek. De vraag is, wat heb je te vrezen en wat zou je zitten? Maar een ambush, zij weten niet dat wij komen. Of ze moeten ons nu al kunnen zien. Toch? Dan hadden de mensen waarmee we zijn dat toch al vast opgemerkt. Dat is waar. Ik denk als wij reizen met die groep, lopen wij een beetje in het midden van die hele groep? Of wanneer we rijden op hun, hè? Ja. Ja, we rijden op hun. Dus we zijn wel, voor anderen zien ze ons wel dus als vrienden van de stam. Dus ja. als ze hun aanvallen, worden wij ook aangevallen misschien. Als jullie samen zijn, zeker ja. Ja, ze moeten splitsen. De vraag is, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we zeggen? Rot op. Aftakten! Ik zou voorstellen om dat gewoon heel duidelijk te doen. We komen niet om te vechten. Wij hebben gewoon ons eigen pad aan het lopen zijn. We vinden het niet handig, maar doe wel wat je nu laat. Ja, wij hebben die veten niet. Niet zijn. Nee, wij hebben die veten niet. Dat is een goede. Ik weet wie wel zijn, dus. Voor het geval je niet kan zien, Jesse, kijk jou aan. Jij moet dit doen. Waarom moet ik dit doen? Omdat jij charismatisch bent. Dankjewel. Nee, ik ben ook hartstikke charismatic. Ik bedoel omdat Slay charismatic is. Ik ben eigenlijk het meest gewoon. Ja, maar jij wil het niet doen. Dus dan ga ik toch niet in jouw kamer. Dat is waar. Ik wil het best proberen, maar ik kan het fout gaan. Dat kan altijd bij D&D. Dat is het mooie aan D&D. Dat is waar. Heeft iemand nog andere plannen? Ik kan... Waarom? We gaan naar dit dorp toe, omdat we een boot willen hebben. Aanmaak een boek. Ja, toch? Ja, zij zouden de zeeroute weten naar Moray. Ja. Iets, een optie wat we kunnen doen is die gasten die hun willen aanvallen helpen met het smeden van een plan. Hoe ze dat kunnen doen, aanvallen in het dorp. Waardoor we tegelijkertijd weten wat de situatie gaat zijn. En we in kunnen spelen op die situatie, waardoor we wellicht een aantal gasten die een boot hebben en de route weten en ook die boot kunnen varen, kunnen redden. Misschien is dat wel de minst eervolle manier om dat te doen. Ja. Want dan gaan we alleen maar mensen redden voor ons doel. Ja, klopt. En dan krijg je twee dingen. Eén, degene met wie we nu mee zijn, gaan waarschijnlijk dood. En twee... Dus zij willen aanvallen. En twee... De mensen die niet onder leiding zijn van of een boot hebben en weten hoe ze die kunnen besturen, gaan waarschijnlijk dood. En daarnaast, wij gaan waarschijnlijk dood. Waarschijnlijk wel. Is deze missie gaat niet het hele volk, die hele Northlanders uitmoorden, toch? Ze gingen trofee jagen, toch? Ik denk niet dat hun doel is om iedereen kapot te maken. Dat is niet genocide. Ik neem aan dat ze... Eraan. Precies, ik denk dat ze weten dat ze echt niet met... Ja, maar hoeveel zijn met 5 man of zo waren ze? Die zijn nu met z'n 10. Met ons erbij. Ja, dus 5 extra. Er zijn echt wel meer mannen dan 5 man in dat dorp. Ja, precies.
Precies. Dus daarom... Maar wij zijn, zoals zij zeggen, wij zijn de versterking. Ja, maar wij met ons tienen gaan ook niet dat hele dorp uit. Wij moeten gewoon zeggen, ja, maar wij gaan niet vechten. Wij zitten niet bij jullie hele veten. Ja, wij delen die veten niet. Ja. Zal ik nu doen. Kijk, en als wij aangevallen worden dan, dat vind ik wel anders. Want dan ga je jezelf verdedigen. Als? Als wij aangevallen worden. Als wij aangevallen worden, dan ga ik mezelf wel verdedigen. Nee, dat gaan we doen. We kunnen ook gewoon, weet je wat we kunnen doen? Wie had een woodcarving kit? Niemand. Die zijn heel veel geld waard hier. Ik heb er nog één. Wat we zouden kunnen doen. Iedereen wil die shit hebben. Dit vraagt wel veel van onze performance. Is doen alsof wij hun gevangenen zijn. Oeh. Maar dan moeten we het overtuigend maken. En dan moeten we misschien ook iets als handboeien of zo creëren. Die we wel, zeg maar, gewoon zo snel om kunnen doen. Dat we niet de hele tijd rondom met handboeien. Maar die we gewoon snel omdoen van, ah, oh nee, ik ben vastgebonden. In principe een touw kan dat ook. Ja. Maar... Je moet er wel snelle knoop kunnen leggen. Dus gewoon even een klein stukje snouwen. Je kunt hem ook zo vasthouden dat het misschien lijkt alsof hij vast zit. En dat je, maar, ja, precies. Maar ik vind het wel een toffe. Alles is gebaseerd op iemand om de tuin leiden. Ja. Dat is allemaal niet eervol. Ja. Wat nou als we gewoon zeggen tegen die wat nu bij ons zijn, van, hey, wij gaan niet meevechten. Succes. Doe wat je wilt, maar wij gaan niet meevechten, want wij moeten een boot fixen. En dat gaan we nu doen. Wat dan? Dan gaan zij denk ik niet meer vechten, omdat zij dan geen... Hebben we ze al gevraagd om 2 dagen te wachten? Ja, dat was mijn eerste plan, inderdaad. Zo, wij gaan eerst voorop scouten, fixen wij de hele boot, en dan vallen zij pas aan. Nee, gewoon tot we gewoon heel erg zeggen, hey, wij willen wel echt gewoon nog steeds een boot hebben. Mogen we alsjeblieft 2 dagen misschien even ter checken. Deze vechtman gaan echt niet de doop aanvallen. Precies. Ja, precies. Huh? Dus het is vooral een, als ze eigenlijk jager zijn zelf, dus als ze noodlijnen zelf een jager zijn met een kleine party voor bijvoorbeeld hechten te vangen of weet ik wat allemaal. Ik wil een Bambi deel 2. Tot ze daar zeggen, daar gaan we ingrijpen. Ja. Oké, maar dan hoeven wij dus niks te doen. Dan zeggen wij gewoon, succes met jacht, wij gaan naar het dorpje toe, want daar moeten wij een boot fixen. Doei. En dan zijn we klaar. Oh. Ja, ik denk even voor de zekerheid voor dat jullie... Jezus. Ja, het is goed dat je inspringt, Rick, ja. Want dan wouden we niet over nadenken. Ja, dit ging al heel erg richting rare... Ik was wachten op een murderhobo in jullie. Ja, dus ja. Moeilijker maken dan wat het is. Dat zijn de wonder standaard, maar... Maar in ieder geval, even dat jullie het wel zeker weten, zij waren in principe mee aan het gaan nu, in de hoop dat ze een losse groep konden pakken om die kapot te maken. Oké. Okay. Die gaan ze dus weer echt geen dorp aanvallen. Ja, ja. Oké. Okay. Want dus... ze weet iedereen wel dat het gaat niet goed. Dus het doel is toch iets anders. Niet dichtbij genoeg laten komen. Gewoon, nee, wij gaan gewoon naar het dorp toe. En wat zij doen is hun probleem. Dat is het hele ding. Ja, precies. Dus als ze aangevallen worden, gaan vechten onderling, wij gaan door. Als we bij het dorpje kunnen komen. Want wij hebben hen wel nodig voor de weg natuurlijk. En de kans is wel hoe groot dat we een groepje tegenkomen, dus dat het gevocht wordt. Kenji zegt, het is toch alleen maar extra loot. Ze weten niet altijd. Hè? Ik denk wanneer iets een trophy hunt is, dat wanneer dan in de weg staat of ze gaat helpen, dan is het geen trophy hunt meer. Oké, wat is de clue? Dat als we aangevallen worden of als we gaan aanvallen, dat ik er zo bij ga staan. Ja. Is dat vaak, Rick, ze zijn met z'n vijven. Moet ik me dat voorstellen, 5 tegen 5, eentje dood en de rest peert hem? Of is het echt 5 tegen 5 tot de dood, allemaal? Jullie nooit. Ja. Kan ik dat vragen aan een van de... We hebben het ook al eens eerder gezien hoe zij vechten. Kijk naar Lemmy. Ja, maar Lemmy is een apart geval. Lemmy is een beetje emo. Ja, maar Lemmy liet wel merken van, I don't care how big you are. Ja. Behalve als je mijn broer bent. Ja, maar dan is het nu is het een trophy. Misschien wil dat wat anders zeggen. Kunnen we dat nog vragen? Gewoon de avond van tevoren. Hoe ziet zo'n trophy hunter eigenlijk uit voor jullie dan? Wat betekent dat voor jullie? Nee, dat niet. Dat heeft je al uitgelegd. Ja, oké. Okay. Oeh, dat was wel heel erg webbed. Sorry, schat. Nee, man. Looks like fingers back on them. Voor hun is het geen trofiehand. Want okay. Aan deze Noordland is er weinig aan trofie mee te nemen. Als ze misschien wel een zwaarste meepakken van... Come on! Yeah. Alleen voor de Noordlanders is het een trofiehand. Dus dit is gewoon, jij niet aardig, ik jou slaan. Oké, okay, dus de Noordfolks zijn eigenlijk de bad guys. Ja, maar... Ligt eraan. Ze zijn allebei niet echt chill. Kenji zegt, duurt lang. Ja,
Nou, Kenji, bedenk jij een plan dan? Nee, dat is heel anders gewoon met je dagger in het gras steken. Kira. Nee. Okay. Ons plan is toch gewoon naar het dorp gaan? Ja, precies. Dat is ons plan. Wat en zij doen, don't care. I don't care. We don't care. En het boeit ook niet hoe we daar komen, zolang we er maar komen. Precies. En dat we er snel komen. Precies. Tenzij er een groepje kleine kindertjes rollen. Oké, dan moeten we ze beschermen. En dan breng je gek op ideeën. Hele wezens leeggelopen. Dus, de laatste avond zeggen wij, hey, trouwens, wij moeten gewoon rechtstreeks naar het dorp. Dus we gaan niet op jacht. Kunnen we dat zeggen? Zullen we dat zeggen? Ja. Oké. Okay. Nou, oké. Okay. Hey, trouwens, wij moeten direct naar het dorp. We hoeven niet te jagen. Concreet. Dat zeg ik net, omdat ze zullen zeggen. En jullie zeggen ja, dus ja, daarom zeg ik dat. Ja, helemaal goed. Maar ik van... Ja, als we weg tegenkomen, we gaan eraan. Ja, dus. Gewoon met die mensen meer rijden. Nee, maar... Wij pakken gewoon het meest gangbare pad en lopen naar het dorp. Ja, als we daar wat tegenkomen, gaan we eraan. Zelfs Genji is iets van, ik doe mee! Probeer te zeggen dat ze niet mee hoeven te gaan. Ja, maar jullie hoeven niet mee te gaan, want wij zijn veilig. En ik wil niemand vermoorden op dit moment. Het moment dat wij iemand wel willen vermoorden, weten we jullie te vinden. Ja. Maar dit moment is niet dat moment, dus precies. Dankjewel voor jullie begeleiding. Ja, maar misschien komen we helemaal niemand tegen en hebben we wel gewoon begeleiding. Want we kunnen op hun meer rijden in plaats van zelf deze hele kutberg op te lopen. Ja, dat is het punt. Maar als we gaan vechten met de Stel je voor, we komen weer zo'n grote... geel-oogige ding tegen, dan zijn we alleen maar blij dat ze erbij zijn. Zullen we stemmen? Is goed. Ik stem voor... Waar stem je voor, Kevin? Ik stem dat die mensen gewoon met ons mee moeten. Die zijn... Oké, jij stemt Like Throats gaan mee. Ja? Wie stemt er nog maar op? Ja. Godver... Oké. In dat geval, aangezien wij niet willen vechten, maar ik vind het niet erg als ze meegaan, maar ik heb gewoon geen zin om iemand dood te gaan maken. Dus misschien is het niet heel eervol, maar wanneer we iemand van de Noordfolk tegenkomen, word ik gewoon invisible en loop ik door. Loop ik door ook zelf. En een hamster. Mag je als hamster in je zak? Ja, zeker. Tuurlijk een hamster. Misschien niet eervol, maar ja, dan maak ik tenminste iemand dood, toch? Dus, Hamtaro, kleren van de keizer. Ja. En de rest? En de rest gaat vechten blijkbaar. Zullen we het zien? Zappels. Nee, ik kan niet vechten. Kenji heeft een mening. Nou. Kom, die IKEA-kast duurt al zo lang. Ja? Die eieren duren al zo lang. Waar is mijn ei? Waar is mijn ei? Dat heb je meegenomen. Die heb je zelf toch? Oh, ja. Dan zeg je je rugzak is bedoel. Ik was hem even kwijt. Laten we gewoon, we hebben niet van niks help. Oké. Here we go. Misschien is het ei wel een mooie betaling als we bij de Norfolk. Ja, wie weet. Sorry dat een van jullie vrienden kapot is. Hier is een ei. Ja, wij hebben de En het is een soort roosvisé, een soort fly. Voor de koffietafel. Als je dit het dorp binnenloopt en dan hou je dat ei zo vast. Ah, iedereen blijft van je af. Echt waar. Iedereen blijft van je af. Je kunt het gewoon zo het dorp binnenlopen. En misschien kennen zij het helemaal niet als Manticore. Ei. Denken ze dat het een of ander goddelijk ding is. Anyway, moving on. Of course. We gaan lopen. Nee, u zit achterop. Oh ja, zij gaan lopen. Oké. Okay. Dan was opvangen. En je gaat de laatste etappe in naar die bergpas. Gaan we dit stealthy doen? Bergetappen. Hebben wij een keuze? Wat gaan we tappen? Ik kan pass that trace doen en dan gaan ze... Er komt in ieder geval nu, om hier doorheen te navigeren, zijn er skillchecks nodig. Wat voor skillchecks? Nee. Je mag zelf een skillcheck pakken, omschrijven waarom die zou werken. En vanaf daarvan komt er een DC en ga je dus een stuk van die berg door. Onder leiding van die of haar persoon. Damn. Dus wie is eerst die zegt, ik pak hier de leiding in deze bergetap, want iedereen is hier een beetje voorzichtig, want... Of van vallen rotsen tot en met monster attacks kan zomaar gebeuren hier. Nou, de vraag is of de guys die bij ons zijn, of die goed kunnen ruiken en goed kunnen zien beter dan mensen. Waarschijnlijk als ik was in een dierenwandel. Oké, dan vragen we aan twee van hen of zij wel in een dier willen veranderen. En vooral willen ruiken of zij misschien nog iets
apart tegenkomen, iets wat niet gewend is, iets dat ruikt naar zoutvolk, nootvolk, kiesvolk. Oké, voor deze eerste stap van Genji, een perception check te robbelen. Met advantage vanwege de hulp van Laika, de stam. De hulp van Laika? Oeh, dat is Je hebt 16. Advantage, hè, dus. Ja. Oké. Okay. Jezus, heb je slecht gegooid. Ja. Wat een zeven. Heftig. Maar goed, de eerste etappe. Gaat prima. Je loopt voorop, achterop eentje wat in de wolfvorm zit. Hij ruikt, jij kijkt. En op zich, jullie gaan samen eerste deel door. Gaat goed. Wie pakt het tweede deel op zich? Hoe lang was de eerste etappe ongeveer? Een uur? Half Halve dag. Halve dag, oké. Okay. Lijkt mij nog niet dezelfde gebruik als er gebruikt is. Maar welke skill heb je gebruikt? Perception! Ik wil graag vragen, hebben jullie onze hulp überhaupt nodig hiervoor? Persuasion, ja. Hoe meer mensen tegen hun, hoe makkelijker het gevecht wordt. Nee, ik heb het over de bergpas. Om hier doorheen te komen. Doe de bergpas. Het is aan alle kanten verraderlijk, wordt er gezegd. Het is een reden waarom we zitten natuurlijk een scheiding van het territorium. Kom met iets creatiefs, jongens. Ik heb het spits afgebeten. Ik wil wel gaan. Ik wil graag een nature check doen. En ik ben mijn begeleider aan het aanwijzen waar de beste plekken zijn om zijn voeten neer te zetten en de beste plekken zijn om te vermijden. Hè? Moet me even helpen, sorry. Huh? Hoe wil je dat doen? Gewoon van waar je voeten neer moet zetten, dat je onderdonder van een richting. Ja. Oké. Zodat je niet, zeg maar, als er stenen los zitten of zo, dat je dan met een wide berth omheen gaat. Of als je ergens stekelige steen ziet, dat je dan niet met zijn pootjes in gaat staan, dat soort dingen. Oké, qua nature check vind ik een stretch, maar je mag wel proberen van me. Oké. Zeg nog, je mag pas Wisdom Intelligence gebruiken. Dan moet ik zo berekenen. Waarom doe je dit? Dus het is gewoon het verschil tussen die twee stats pakken. Wisdom is hoger bij jou. En je zei Wisdom in plaats van Intelligence. Ja, maar je hebt wel proficient voor je sickle. Ah, dus je bent, ja. Dus plus 6, dus in totaal plus, word je dubbel plus 10. Oké. 14. Oké. Plus je sickle. Ja. Het was een 4. Goed, jullie gaan verder in de bergtappen. Voorzichtig. En zelfs dat maakt het af en toe lastig. En je mag iets van mij een D100 dobbelen, alsjeblieft. New dice. Who does? 30. En een D10. En een D10. Ik weet al wat ik hem noemde. 35, oké. Jullie gaan, en ik hoor van iedereen even een dexterity saving throw. Kira! Ook van mij? Oh ja. Kom op! Wie heeft een 13 of lager? Of sorry, 12 of lager? Wat ben je doen? Ik was aan het laten zien wat ik had getold. Denk, een beetje spanning opbouwen. Spannend. Oké. Okay. 3 van de lycanthropes. En jullie twee falen de rol. Er is een lange weg naar onder toe bij deze bergpas. Jullie drie mogen een reaction gebruiken om iemand te redden. Ik begin met Genji. Maar zelf geen reaction gebruiken. Save pas! Cookie man! Cookie man! Hoe doe je dit? Wat ga je doen? Hij valt van de grond af. Ja. En het is. Hoe ver is het? Best diep. Waarschijnlijk spetterbonus diep. Oké, dat is echt gewoon een total full knockout. Oké. Dit is gonna hurt. Zephyr strike, bonus actie. Nee, je hebt een reaction. Kak! Dat is best een goed idee. Dan had ik hem meteen even deactiveerd. Alleen maar reaction. Dus ik kan alleen maar dit doen. Of een schot erop richten. Whatever, jij denkt dat het makkelijk is om hem te redden. Het zijn alleen maar stenen, dat is geen boom of zo. Nauwelijks. Dus Cookie wat een stap zet en opeens breekt er een stuk steen uit. En je ziet dat geen deel, 3 lycanthropes en hun 2. Oké, wacht heel even nadenken. Dus betekent dat mijn hoek kan ik gebruiken. Kan wel. Ja, maar dan moet ik hem één cookie planten.
Kenji denkt na, denkt, oh ja, kost meer mensen energie, schiet me een hoek in. Oké, maak je tijd wel maar. Ik ga niet zeggen met crit en zo, dat is niet grappig. Oh jawel. 15 om te raken. Mes. Zonder shield, dit scheelt. Oh. Hopelijk iets. Dat is ook mes. Dat is mes. Heftig. Dat is je reaction. Kio de jij. Mag ik geen luck point gebruiken? Kan. Moet je al nu zo zeggen, want ja, eigenlijk is het al veel als het eigen weer te laat. Maar hè. Zie ik ook wel redden. Oh, gun ik het je wel. Sorry. Maar niet uit. Nog niet? Nee. Oh. Kijk, je hebt het hoge armorklas. Wie is het dichtst bij mij? Je hebt een plus 10 of zo, toch? Je mag zelf een keuze maken, maar niet uit. Twee gedobbeld. Oh, dus gewoon een succes in het wegvalt en in principe alles, range hoef je in principe niet op de feed bij te houden. Ik zie dat Genji heeft geprobeerd haar hoek in Cookie te gooien en dat dat niet gelukt is. Ik weet niet waarom niet, dus ik probeer met Thornwhip Slay ons arm heen te whippen. Oké, okay, maak je dek wel maar alsjeblieft. Cool. Now watch me whip. Whip. Now watch me slay. Slay. 18 plus 7 is 25. Wow. He dead. Is was onder. Hij ging met om zijn arm heen. Niet die dood. Maar, goed, trek hem omhoog. Moet je een boogje. Pok. Au, op de steden. Dus, Slee, kreeg 3 glas. Wat doet Mithanda? Fireball. Hoe zijn we dan gevallen? Nog 3, hè? 3 lekker troops. En. Cookie. Ben gefaald. En heftig. Ja, er is niemand het dikste bij ofzo. Take your pick. Nee, dus maar ze zijn allemaal te ver om mijn hand uit te steken en iemand vast te pakken. Als je dat wil proberen, kan wel disadvantage. Want dan steen is al weg in het schuiven als het daarop. En als ik mijn staf zo uitsteek, van pak mijn staf maar. Als een rijkmiddel? Ja. Oké, dus hey, die staf staat een goekie toe. Maar jij wie? Iemand. Dan wil ik approach strength checks. Wow. Je moet winnen. Nu, wie moet winnen met de strength check? Nou, vooral als ze dicht moeten met elkaar zitten. Oké. Okay. Toch veel erger. Oké, okay, wacht. Niks zeg. 3, 2, 1. 3. Oh! Het is allemaal kut. Maar wel dicht bij elkaar. Het is stunterig. Het is niet praktisch. Maar voor jou wel een strength 7 toe voor is nu. Nu dan. Had iemand een 1? Nee. Dat kan nu. Strength 7 toe. 12. Je weet niet hoe. Je dit hem aan. Je maakt je grip een beetje kwijtraken als je dan vastpakt. Oh, is het toch meer gewicht? Pak ze aan je tweede hand. Wil ik in mijn zakje wat kalk pakken? En dan ook. Zo even snel magnesium zo. En dan. Yeah! Dan komt zeker ze wel op neer. En geen bootje naar voren toe getrokken, maar je weet je net de hele tijd terug te trekken. En voor je onderrug zit killing. Je weet gewoon dit je spierpijn worden. Je trekt hem omhoog. Heb ik toch de laatste dagen niet gehad, hè? Spierpijn. Je had eigenlijk een paar dagen echt je lijf dat gewoon prettig voelde. Dus, wel onder. Goed, ik ben net snel naar boven getrokken. So far, so good. 2 van de lijf hebben minder geluk. Die flikker echt onder toe. Verander de vogel! Ja, die kunnen vliegen. En vlieg omhoog, kom. Niet allemaal. Wow. Het level van je. Man. Vervelend voor ze. Wat gaaf. Ofwel je shift to race, want je hebt meestal geen wings. Of je hebt je druid level, wat bepaalt voor flying of voor swimming speed hebt. Nee. Dus in dit geval, nee. Niet zo pijn. Splatteral damage. En je ziet echt dat de sfeer is wel ingewikkeld neergeslagen. En we zijn in principe nu nog 3 lycanthropes over samen met jullie weg. Nice. Zie je? Anders, dat is toch goed dat we die mee hebben genomen. Nice. Ja, tremendo. Dan weten we dat we extra goed moeten oppassen. Oh nee, zij is dood. Oh. Nu komt de eerste rustplek, zal ik maar zeggen, in deze bergetappen. Mm-hmm. 2 skillchecks gelukt, dus jullie kunnen geen skillchecks meer doen. Nu is het even jullie 3 om de volgende dag een nieuwe skillcheck te kiezen. Oh, ja. Okay. Om het volgende deel in de reis. Maar dat betekent mijn luck point is op terug. De short long rest komt er nu aan, dus ja. Zijn zij eerder hier geweest? Eén van de 3 overbleven wel. Mm-hmm. Ik wil graag aan hem vragen wat hij. Wat voor pad er nog komt. De meeste paden hier, het probleem wat hier vaak is, dat er door onder andere steenverschuivingen heel vaak dingen veranderen. Soms zou je gewoon een deel moeten klimmen, wat je vrij ook gemerkt hebben. Soms echt gewoon een deel echt omhoog klauteren om de andere kant om te komen. Ondertussen weg het pad weggevaagd is. Of soms ga je een stukje omdoen, dat er door een steenverschuiving makkelijker is om te gaan,
dan hem kunnen boven te wagen. Dus het is echt goed stijl. Ook. Vaker wel. En je merkt wel dat de resolve om een paar Northlanders te pakken te krijgen, groter wordt met de huidige groep. Okay. Wil jij een skillcheck doen? Ik wil best de volgende skillcheck doen. Ja, doe maar dat. Twee vragen voordat we vertrekken. Oh. Eerste vraag, kan ik morgen in een dier veranderen? Dan zou ik graag in een paard veranderen als dat kan. Dan yes. Kan nog iemand op mij zitten. Dus dan zijn we er snel. Tweede vraag, zijn er plantjes waar ik mee kan praten s'avonds? Mag zijn er een paar doorsluiken? Waarvan hier de mooie... weet je dat onkruid dat overal groeit in plaats van berenklauwen? Yes. Ik wil graag een meter van de doornstruik afzetten. Ja. Alleen maar die doornen. Dat ik nergens op ga zitten, niks kapot maak, okay. En niemand pijn doe. En dan wil ik graag naar doornstruik vragen of hier de laatste dagen een andere groep mensen of dieren gepasseerd is. Prik. Dat is het enige wat je zegt. Dat is wat een doornstruik zegt nou. Ja, precies. Ik wil helemaal prikken, toch? Prik. Zal ik het maar doen? Sorry, ik ga even. Ik ben je speak of plans. Jezus. Al weken niemand geprikt. Moest ik iets van die prikken gaan houden. Al weken niemand geprikt, oké. Okay. Normaal prikken. Als een nee. Laat jezelf okay. Prikken, zodat hij je antwoord geeft. Prikken. Maar dan geeft hij antwoord. Metal. Geven. Nee. Ik vroeg hem, zijn er nog mensen geweest? En hij zei nee. Dat is toch een goed antwoord. Okay. Ik stel me voor dat Mietrand al naast me zit. En wat zei hij? Wat zei hij? Ja, precies. Ik ook. Oké, dat was het dan. Alles goed wel? Ja. Ik wel. Doei. If you touch it, you gain magical powers. En ik stop met praten met... Ik bestel het daarnaast. En? Ja. En toen... Ja, dat was het. Hij heeft niemand geprikt, dus er is niemand geweest. Ik weet niet of dat goed of slecht nieuws is, maar het is wel interessant nieuws. De reis gaat door. Stel, je had een idee voor... Ik wil het moment dat we gaan vertrekken, is door voorspringen en ik zeg, wat er gisteren gebeurd is, mag echt niet nog eens gebeuren. En ik ben eigenlijk nog steeds helemaal gewoon, ik sta nog steeds te trillen, ik vond het nog steeds heel eng en ik ben er gewoon boos van. En ik zeg gewoon, nou moet het gewoon potverdorie goed gaan. En dan gaan we allemaal goed klimmen. En ik blijf gewoon in het moment dat ik dat doe. We gaan wandelen en we gaan klimmen. Blijf ik gewoon iedereen zo moral supporten. Van god, je kunt het, je kunt het. Ken die stap, zet die stap, pak die rots vast. En ik wil daar graag voor mijn intimidation gebruiken. Weet je wat grappig zou zijn? Als we nu zo net over de heuvel zijn en zo'n vlak land. Nee, maar daar heb ik gevraagd wat voor papa er komt. Oké. Okay. Jij mag iets voor mij doen, ja. Frightened. 17. Yes. Totaal 17. Ja. Cool. De teneerslagheid en de gevoelens van we moeten wat krijgen vandaag, spreek je echt wel aan met intimidation. Deze groep denkt, wat de hel is Slee er weer aan doen? maar Slee heeft wat. En er zit wel een stukje van, ja we kunnen het wel, we moeten echt voorzichtiger zijn. En de dok begint heel erg bemoedigend, heel plezierig, heel... Weet je, alsof de zeven dwergen naar hun werk gaan smoren. Dat heel enthousiast, heel stevig. En deze keer zie ik als geslaagd. Yay! Yes! Fuck it! Yeah! Shia de Boef, de eerstvolgende personage van... Just do it! Volgende. Dus, wie snijdt? Hoe ziet het pad er verder nog uit? Steenachtig. Keihard. Berg op nog steeds? Sorry? Berg op nog steeds? Het gaat echt berg op, berg af. Het is echt een heel heuvelachtig terrein. Heb je al wat? Met hand op? Ja. Ja, doe maar. Oké, ik wil me van tevoren al vast verontschuldigen, maar dit is het enige wat ik kan bedenken. Wie komt het? Ik wil graag de groep aankijken en zeggen, ik zie dat jullie er een beetje verslagen uitzien. Ik snap het, het is een moeilijke weg, het is een moeilijke reis. Ik zal een verhaaltje vertellen. Ja. Sorry, ik zal je eens één om jullie gedachten toch maar even ergens anders te krijgen. Oh. En ik begin een verhaaltje te vertellen. En een verhaaltje begin met? Wil je dat ik het verhaaltje vertel? Ja, tuurlijk! De eerste zin!
Do it! In a hole in the ground, there lived a hobbit. Not a nasty, dirty, wet hole. This was a hobbit hole. Moet ik nog verder gaan? Ja! Wil ik ook weten hoe ver je kan. Shaka God. Oké, okay, goed om te weten, voor iedereen die kijkt. We zijn bezig met een recap. Maar deze vorige karakter, die heeft ook een keer een andere travel pace ook vermaakt. Door eigenlijk in principe Lord of the Rings. Nee, dat was deze. Nee, toen we in die Crackmark Cave zaten, toen naar Vandalen zijn gegaan. Die allereerste keer. Ja. Toen we echt gaan vertellen ook zo over ja, Lord of the Rings. We hebben gewoon echt in het begin van Lord of the Rings genarrate. Volgens mij wel. En dat hebben we 20 minuten gewoon laten gebeuren. Ja, mooi was dat. En het was op secondes na prima te doen. Dus vandaar om te enthousiast om te kijken, gaat het gebeuren ja of nee? Ik wil het best doen. Je mag in ieder geval een performance opbegonnen. The world has changed. Vincent, daar ging je voor, toch? Ja, persuasion vind ik ook goed. 22. Dat hype moment van Slay in de ochtend. En nu een beetje het upper en hier ben je met de downer. Geeft al een redelijke balans voor de dag. Ja, dat bedoel ik. Alsjeblieft. En je weet zelfs om elkaar te krijgen om elementen van het terrein te benoemen al in jouw verhaal. Als je over die hobbit holes geeft van een beetje zoals die berg. Dan moet je oppassen dat we hier niet invallen. En dan ga je naar binnen toe en dan kun je er niet staan, want het is allemaal klein en je is allemaal te groot. En je weet echt heel beeldig vorm te geven om echt een stukje alerte erbij te kweken. Op een gegeven moment huppelogen, Tom Bommel. Ja. Maar alleen zoals in Noord-Rijks of Hank. Ja. Dus ja, netjes. One to go. Ja, precies. Dus we zijn bij de laatste en dan moet Cookie weer verzinnen. Hoe steeds hetzelfde pad? Fresh baked cookies. Ja. Okay. Cookie geeft gewoon aan iedereen guide. Laatste ochtend. Pak ik wat ritual spullen. Stikjes, kleine dingetjes, kleine tokens. En dan cast ik augury als ritual voordat we op pad gaan. En dat doet. Ik mag over de results of a specific course of action that you plan to take. Mag ik een vraag stellen of dat goed of minder goed gaat aflopen. Maak voor mij eens eventjes een religion check. Een religion check. Check dat religion, bro. Zo, dat klonk wel heel erg blank, hè? 16. Je augury geeft het gevoel alsof de grond aan het schudden is. Dat is niet goed. It's bad! Dat is niet goed. Oké, ik zeg stop! Oh nee, we zijn er niet bij. Hammer time! Ik zeg, oh, dit is niet goed vandaag. Was die grond ook een schudden toen het op de tweede challenge met gemis ging? Nee. Oké. Okay. Misschien. De grond was een schudden in mijn visio en ik verzelde het tegen de rest. Is er een ander pad? Vraag ik aan een van de shifters. Is er een ander pad die we kunnen tekenen? Ik heb een slecht voorgevoel. Slecht teken gekregen. In ieder geval moet ook geen pad, hè? Dus momenteel zeggen we uit, ja, momenteel krijg je gewoon vooral waar gaat de meeste die windrichting op. Dat is een beetje hun navigatie momenteel. Ik heb een slecht omen gekregen voor de kant die we vandaag zullen op gaan reizen. Is het daarom een idee om juist een ander pad te gaan volgen dat misschien niet het meest voor de hand liggende lijkt? Vraag ik aan een van de shifters. Is er een leiderschifter of zo? Precies. Ja, dat is eentje wat al eerder een keer een nood aan de groep verslagen heeft. Die een beetje de als aanzien van de leiding heeft gekregen. Hoe heet die? Heb ik geen naam gegeven, dus... We noemen hem Klaas. Klaas, ik ga voor Klaas. 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 Okay. Klaas, ik heb een slecht omen voor jou, voor het pad dat we vandaag gaan nemen. Is er een... Lijkt me verstandig om andere route te pakken dan wij eigenlijk gepland hadden. Heb je route gepland dan? Nee. Maar, gaan we nu doen. Uitkomen. Wil je de grond zien trillen vandaag? Met potentiële desastreuze gevolgen? Liever niet. Dan maar, wil ik niet. Wil je nog hier blijven dan? Nee. Misschien kun je vragen of, aangezien hij al vaker hier is geweest, of hij al eens een keer iets met grond trillen, iets wat in die... Ja, de grond trilde in mijn visioen. Is dat iets wat je al eens gezien hebt? Ja, dus er zijn hier vaak aardverschuivingen, dus het kan.
Maar waar we een paar jaar geleden op gestuurd zijn, kan ook gewoon een restant zijn, omdat we gewoon net te veel gewicht op een steen gelegd hebben. Gewicht, gewicht, gewicht. A feather falling? We kunnen op zijn minst onze spels op aanpassen. Welke we voorbereiden voor de overmaak vertrekken. Spels aanpassen? Wij? Ja, die kan van de tafel zegt. Aanpassen. En die kan zegt. Dat kan. Ik kan ook nooit aanpassen. Dave, mag je toevallig al daarboven? En mag je alsjeblieft met. Volgens mij zit je met beasts. Voor de zwarte. Ja, voor de beasts. Ik zou het zelf pakken, maar ik mag momenteel niet rondom jullie lopen, dus ik moet maar even hier op. Ik mag alleen maar hemels breken. Player races, some foes, undead. En hier weet niet wat die is. Some foes, ja. Ja, weet je zeker? Ja, zeker is een goed woord, maar niet genoeg. Some creeps. Ja, dat is goed. Dat klinkt wel eens een hele goeie. Ik wil dan vandaag gewoon graag voorop. Met op mijn shifter. Heb ik een shifter? Jij lijkt een deel van de etappe vandaag, dus. Okay. Ik cast. Je moet. Ik cast Death Ward op mezelf, Rick. Oké. Okay. Fuck is dat? Dat als ik naar 0 HP ga, dan ik poep, met een 1 poep. Achter de gelder. Nee, dus, en ik, zit ik alleen op die shifter? Iedereen is er momenteel redelijk alleen, zeker als Kira ook nog een keer gaat RMO-shifter gebruiken vandaag. Kunnen we nog, kun jij Goodberry, Kira? Waar hebben jullie, Kijk, als ik wilde eigenlijk Hood vooruit laten vliegen en de boel in de gaten houden van verderop, maar dan zit ik dus blind op die shifter, toch? Ja. Kunnen we op mij gaan zitten? Do it. Ja, maar dan ben ik blind. Ik zit nog steeds blind. Ja, maar dan kun je het gewoon vasthouden als er iets is, dan weet ik tenminste wat ik doe. Ja, ik kan het toch niet doen vandaag. Nou. Dus, waarom zeg je dat hardop? Ik heb Death Ward gecast op mezelf. Ja, maar hoe zit dat als je instant death? Kan niet. Oh. Nee, dat negate die ook. Ja. Ik laat Hood vooruit vliegen. Op gewoon 100 feet. Voor de etappe maakt het uit dat je skills hebben al gedaan. Oké. De skills zijn bepaald even aan wat je tegenkomt, hoe moeilijk het gaat worden. Oeh. En je hebt mooi gefaald, dus dat scheelt voor mij. Gefaald? Ik had een 16! Kan ik Kira nog de nacht daarvoor overhalen om de berries te kunnen? Ik denk dat jullie elke dag gedaan hebben puur om jullie eten voor die dag te fixen. Ja, namelijk. Ja. Top. Dus iedereen heeft, even kijken hoeveel goodberries in zijn zak. Zeg, het survival gedeelte hoef ik namelijk niet bij jullie te doen, simpelweg dat jullie deze voorbereiding altijd kunnen treffen. Volgens mij mag je dat 10 maken. Goodberry. 10 berries, dus iedereen heeft er 1, behalve... Nee, iedereen heeft er 2, sorry. En de shifters behalve? En de shifters dan? Fuck die shifters. Om heel eerlijk te zijn, zij willen met iemand gaan werken, moeten ze lekker zelf weten. Ja. 2 berries de man. Ja, maar dan zou ik Genji ook geen berries geven, want die wil ook vechten. En Kuki ook, en Slay ook. Ik wil ook niet vechten. Ja, maar hij kan niet doodgaan, Kuki. Ja, nee, nee. Zal ik mijn good berries verdelen over de like? Hij maakt je good. What do the good berry? What do the good berry? Dat zeg ik je nu. Ja. Ik wil heel sneaky, zonder dat iedereen het ziet, 1 good berry aan onze Klaas geven. Ja, ik ga geen staaltjes vragen, maar goed. Okay. Dat is het mooie bij jou. A creature can use its action to eat one berry. Eating a berry restores 1 hit point, and the berry provides enough nourishment to sustain a creature for 1 day. Wow! Binnen 24 uur orbiter of ze zijn kapot. Eigenlijk inderdaad lembespread. Eigenlijk yeah. Lembespread. Maar dan met een nekje. How many did you have? Jullie gaan die dag op reis. Cookie je voorop. En Cookie heeft continu een heel onprettig voorgevoel. Moet ik een verhaaltje vertellen om je wat beter te laten worden? Nee, helaas is die skilletje al voorbij, dus je kunt wel misschien Cookie weer af te leiden. Goed. Ja, leuk. Maar dat is meer roleplay dan wat anders. Goed. Nee. The world has changed. I feel it. 3 wings for the elves. I feel it in the air. 7 for the dwarves. And 9 rings for men.
That's true. For they are easily corrupted. And they were on the sea. Fucking men. For another ring was made. Ik ga voor wel, hoor. Ik smak ook prima. Nee, is goed. Mijn man wil oren. Weet je zeker? Ja. Cool. Pipeweed took up his father's sword. Het is jammer dat die man met de biscoop momenteel niet doorgaat. Adigan zoek. Mary Brandbach. We zijn een jammer leeg voor de bakkens. Nor is it fair to him to arrive precisely when he makes it. No, even a fort. Oh! This city reeks of it. Do it, Kevin. The time of man has ended. The age of the orcs. Has come. Ja, andersom man. Ik weet niet waarom. Nee, dat was goed. Nee, andersom. In the time of man. Nee, eerst orcs en dan men. Nee, we hebben de plaats nog gekeken. Of the age of men en niet the time of men. Zet het in de chat. Eerst orcs, eerst men. Mij was hij zo goed, dacht ik. It's over. The time of the orcs. Mag ik voorstellen, om de vraag te stellen, wie zegt dit? Orcs of men? De orks. Okay, dus dan zegt toch, the age of men is over, it's time to orks begin. Ja, oké, maar niet the age zeggen. Of... De vraag is het de age of... Oh ja, ik wilde gewoon even iets leuks zeggen, ja? Sorry. Oh, maar dan wordt je age of men. Ja. Ja, dat ligt eigenlijk, hè? Nee. Nou, leuk hoor. Ja. Gelukkig is er maar één keer in de week. Gezellig is er weer, hoor. Ja, is dan ook geen pauze. Oh, Kevin, wat jij dit zegt. Nee, grapje. Wow. Zeg, OBS, toen we dit digitaal gingen doen, zeg even. Oh nee! Yes. Iemand wil heel graag. Oh ja, op vakantie, op die iPad. Oh ja. Ja. Wow, dat heeft mijn data gekost. Die sessie. Voor maar, dat is nog niet te min. Jullie gaan vooruit. Dat is nog niet te min. En. Het trilt er dan een paar keer. En elke keer als het gebeurt, is Cookie echt alert. Echt. Heel erg onprettig, heel erg alle gaan ze overeind. Dat was een mooie shot waarschijnlijk. Ik zat echt vol in de gaap. En het duurt ook helaas niet lang voor de lucht blijkt waarom je trillen hoort en merkt. Oh nee, de dode andere twee mannen. Dit is een army of dodo. Uit de grond kom je je voeten, zelfs onder je bent trilling, sterker dan tot je bijvoorbeeld met hand ziet, dan komt het verhaal verder gaat. En plots... wordt steeds onrustiger. En zelfs Kira waar je op zit heeft heel veel moeite om te blijven staan. Tot je iemand aangevallen wordt. Ikke. Door een soort van rare landhaai. Wow. Een landhaai? Sharknado! Nee, dat zien we het wel gelukkig. Oh. Maar kom maar uit de grond. En voor de mensen die thuis willen weten, het is een bulette. Wat? Ik krijg dat in België bij de frituur of niet? Ja! Ik kan het echt totaal niet zien, Rick. Ja, ik was eigenlijk, ik ga wel even de stream openen. In de pauze kun je hem beter zien. Jullie moeten vooral niet zorgen dat je niet doodgaat. Guardjump. Oh! Nee, ik, niet dood. Ik ben een paard, trouwens. I'm a horse. I'm a horse. Okay. Flying. I am a horse. Look at my horse. We gaan het freaking uitmaken, jongens. It's a magical pony flying through the sky. We gaan het freaking uitmaken. Ik zet even met onze basis voor de kleur. Gaat die niet zo goed blijven staan, ben ik wel? Kijk maar. Woe, yes! Ik moet niet te veel bewegen, dat komt in moed. Dus als je niet tegen de tafels aan te stoten, dat is heel veel. Ik zal wel wensen. Eens even kijken. Cool. Ik wil graag een Strength of Dexterity Saving Throw van Mithrantar, Paat, Kira. Ik stop je direct even. En Cookie. Waarom denk jij dat ik voorop doe? Of zei Cookie was hem vertellen en dat het een steun was. Maar dat kan ik ook vanuit de achterkant. Nee joh. Jazeker wel. Deze, ik kan dat. Met mijn persuasion performance kan ik dat. Je staat daar super, dus maak je 7 voor. Dat 7 voor Paat, Kira. Strength of Dex. Thanks of. Dex of Strength. Dex of Strength. Dat is een 7, 15. Goed om te weten. Hier is afgrond. Dat dacht ik al. Oké. Okay. Oh, rechts. Okay. Links is omhoog. Ja, hobbelig maar redelijk. Vlak voor het gevoel in deze bergen. Oké. Okay. Met handen. 9.
Nice. Pakira. 21. Met parasets. Ja. Cool. Plus 3 strength. Koekje. 19. Zo. Mooi. Jij bent knocked prone. Oh nee. Hallo. Dicht in de afgrond toe. Yes. Gestormd. Jullie weten net je voeten terug te bewaren. En nu komt de damage aan. Oh jee. Gelukkig hebben we nog een goodberry. Wat geen HP is. Ja, ik snap. En een volle maar. En een volle maar. Oh, dat is vet. Dat ik er 4 eet, moet ik wel kotsen. Ik heb wel plus 4 HP. Nee, je kunt er echt maar 1. 21 damage, allebei 11. Oh, 21. En nu wil ik graag in de stuf zien. Is maar mijn halve HP. Oh nee, je kunt er wel mee. Je kunt er niet super veel eten, die twee wel dan. Oh, ik ben een paar. Ik ben wat moet ik doen? Initiative. Initiative, ja. Holy hell! Nog een natural 20! Moet je echt een terugkouder gaan pakken? Hoe bereken ik mijn hoofd? Ik weet niet, moet je richten of je op een hoofd kan pakken. Hoe bereken ik de initiative van een hoofd? Dexbonus van je hoofd. Van je worst. Van je vergenade aan boring. 20. Wie heeft 20 of hoger? Eentje? 24! Damn bitch. Get off the boat. Get off the boat, bitch. Get off the boat. Nee! Oh Dave, nee. Wie heeft 15 of hoger? Oh ja, dat was wel. 10 of hoger. Ja, 12. Heftig. Oh jongens, wat hebben jullie? 5 of hoger? 9. Wie heeft de hoogste dex? Plus 3. Ik ook. Welke score? 16. Jongens. Nou, dan ga ik wel slijden dan met handen. Citroen en bloem! Oh. Appel, citroen, peer! Limoen? Je moeder? Is je moeder een fruit? Oké dan. Mijn moeder is een ananas. Oké. Okay. Jesse heeft daar een lamp van. Jongens. Hoeveel stapjes zit ik van de molrad, naakte molrad af? 7 eigenlijk, voor je paar van Kira. Ik zet, is er... Dat loopt allemaal omhoog, neem ik aan, zo hè? Hobbelig, is heel veel difficult terrain. Okay. Vanaf de rotsen daar, difficult terrain. Ik wil dichterbij, maar wel iets hoger gaan staan. Als dat kan. Ja. Het is geen higher ground, maar... Dat maakt niet uit, in het begin is... Dan, schiet ik met mijn pijlenboog. Oké. Okay. Is hij surprise? Nee. Dat is jammer. 23 om hem te raken. 23 om te raken? Ja. Brom, brom, brom. Is raak. Okay. Dan ga ik je even aanvallen. Dat is 1. 2. Is 17 schade. 17. En in mijn free interaction zeg ik: a day may come when the courage of the wonders fails. But it's not this day! Wow. Kira voelt zich thuis hier. Wow. Like in nummer 1. Wow. Ik ga ze wel allemaal doen, Bob. Kira, oftewel pa. Ik wil graag even van jou weten, Rick, wat er gebeurt als ik terugproef naar Kira in plaats van paard. Wat gebeurt dan met Cookie? Die valt. Ligt hij dan prone? Die kan ze namelijk. Krijgt hij damage? Tenzij is een reaction, dus dat zien we toch niet aan. Dat verstand ik niet. Tenzij is een reaction, de saving throw niet haalt.
Ik vind het zo knallig om je op de grond te gooien. Nee, man, ja, dat was stiekem zo leuk. Doe maar, man. Ja. Oké, okay, ik bonus actie terug naar mezelf. Oeh. Ik bonus actie, jij bonus actie. Mag ik dexterity saving throw? Voor koekje. 11. Dat is voldoende. Hey. Hier staat in melee met deze buletten. Ik wil graag Dominate Beast casten op de buletten. Oké, okay, wat moet je daarvoor hebben? Wat moet ik daarvoor hebben? Rape. En wat was Dominate Beast? Is... Dus heel veel tekst. Laat maar horen dan. Nee, ik ga niet alle tekst laten horen. It must succeed on a wisdom saving throw or be charmed by you for the duration. Oké. Okay. Dus je mag als eerste een wisdom save maken. Met een extra paard. Nee. Kak. Geen beast? Het is geen beast. Oh. Shit. Dat zien we nooit. Nee, dan doe ik een paar stappen achteruit, want ik sta niet in de middle range. Jawel. Ja, nou ja, dan heb ik gewoon buik. Is er pas er nog achter toe? Nee. Sorry? Of niet. If he's gonna hit me anyway. Nee, dan was dat mijn beurt. Oké. Okay. Ik heb een spel gedaan, ik heb een bootsactie gedaan. Ik kan niet bewegen, want ik ga knappen. Dus. Fair. Zoals eerst ik kan. Denk aan zieken met de vertraging op de cam. Niet door elkaar heen praten. Denk de beste. Dan is nu deze aardige buletten. Is het met een B of een G? B. Ah. Bullet. Er was ook wel één shifter geweest, toch? Ja. Er was een volk hier aan. Klopt. Die gedaan dan. Dus wij gaan met een ready action. Dus veranderd en. Hola. Oh, cut you open. Eens kijken, hij hopt naar Cookie toe. Voor attack nummer 1. Een 20 om te raken. Is het een baby shark? damage. Oké. Okay. Als gewoon in principe met, ja, gewoon die grote bek gaat open. En je kunt best begrijpen dat hij zich ook gerust door stenen heen bij zijn benen. 1 aanval. Ja. 32 damage. Yes. Oké. Okay. Aanval nummer 2. Ja, maar die gaat naar Kira toe. Ik heb een fumble. Yay! Jij mag de 100 vermogen nog hier, want ik heb je aangevallen. Ik kon het de 100. Maar ook de 10. En niet tegen elkaar aanrollen. 85. Oh, dat zijn Milea, ja? Ja. Mullet. Thrown into chaos. You crash into all adjacent allies. You are all knocked prone and lose all movement this round. Hij gaat knocked prone. Nice. Hij gaat prone. Knocked prone. Dus hij hapt en hij verstapt zich ook. Doef, gaat tegen de grond op. En hij heeft geen movement, dus kan niet opstaan deze beurt. Daar is nu Cookie. Hij ligt prone voor mij. Ja. Schade. Ik loop op hem af. Ik zeg, dus jij was het die ik zag. Level 3 in Flick Wounds. Laat ik het even hebben. Nee, ik moet je raken. Dus je op mijn AC dadelijk hebben, is goed. Advantage is goed, dus dan ben je prone, hè? Het is een melee attack, dus ja. Jesus. Is het een 2? Nee, ik heb wel 1 van de 2 is een 1. Oh. Maar het is een advantage, dus dat niet voor de teller. Okay, toch maar een 13 in totaal. Oh, nee. Een 1 en een 6. Een 1 en een 6. Terwijl die een beetje spartelt. Je grijpt naar de grond en echt... Net laat ik je door om je hand terugdraaien. En je magic raakt je grond. Level 3 is wel. Oh. 5 dit team. Ik wil zeggen, het was wel een heftige damage geweest. Ja, helaas. In level 4 en de kans dat hij hier resistent tegen had, was heel klein. Ja, helaas. Oké. Okay. In level 3 spel niks. Ik blijf daar staan. Ja, goed. Oké, okay. Dan is nu like nummer 2. Met handen als klauwen valt hij aan. Zal Charlie nog prone ligt trouwens. Ja, dat is Charlie. En alsnog mist hij hem helaas. Met zijn attack. Dan zijn Slayer Mithrandam, vecht maar uit het begin. Ga je gang.
Ik heb gewonnen. Fight to death, heel spannend. Ik ga het nog spannender maken. Want ik doe een Eldritch Blast op hem. Wow. Nou, ik had het toch niet aankomen. Is dat nou met advantage of dat hij prone is? Nee, range is echt wel disadvantage. Disadvantage? Waarom? Aanvallen prone attackers, of prone enemies zou ik maar zeggen, targets, als op de grond liggen prone, is disadvantage range attacks. Advantage range attacks. Dus ja, dan pak ik mijn rapier. Headshot 20! Plus 2 om te raken! Headshot 20! Nee. Critical, jawel man, dan kun je je zwaard doen. Ik val hem aan. Met advantage. Met advantage. Echt? Natural 20! Nee, 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 nee! Met een zwaard! En mijn zwaard begint... Begint mijn zwaard te gloeien ofzo, Rick? Doe mijn zwaard iets. Ja. Hij wordt pikzwart. Maar als een death metal band zegt, ja, maar dat is te onleesbaar voor mijn ogen. Dat is te zwaar. Dat is te zwaar. Dan wil ik graag, ervan uitgaande dat dit een ding is die onder de HP heeft op dit moment. Onder de 100 HP. Onder de 100 HP. Onder de HP. Laat hem al onder de HP. Buns kende, wat podiumbol. Buns kende. Heeft hij niet. Hij heeft meer dan 100 HP. Echt? Oh. Maar wat gebeurt er dan? Dan is het gewoon een aanval. Oké, okay, vind ik eigenlijk wel fijn, want dan ben ik er niet meteen in kwijt. Oké, dan wordt het dus maandag. Wat, dan ben ik er niet meteen in kwijt. Dan kan ik nog eens een paar keer bedrukken. Ah. Of een paar keer. Het is weer het rare dromen de vorige sessie. In totaal, het met de magic op. Ik dobbel één keer en die doe ik keer twee, hè? Bij jou wel. Jij zei, ik wil liever dubbelen van mijn dice in plaats van twee keer dobbelen. Dus 12, is dan ook de plus, wordt die ook verdubbeld? Nee, dat zijn die plus 5. Je ability score plus die extra bonus van je zwaar. Ja, fijn. Oké, dan is het dus 17 damage. Nog een keer 17. Mag je twee keer aanvallen, toch? Ja, en dan ook mijn tweede attack. Oh. Die is alweer. Is 23 om te raken. Dat is haak. Dan nog een keer 6 plus 5 is 11 damage erbij. 11 damage erbij. Oh, oké. Heftig. Next. Ja. Ja, dan gaan we nu weer vallen. Ik sta op. Ik loop weg van de hand. En ik doe een ready action firebolt. Dat wanneer die opstaat, ik hem aanval. Oké. Okay. De gouden laatste lijken, die komt dichterbij. En die valt ook aan. Die mist. Het is geen 1, maar het zat wel dichtbij. Wow, moeten die ooit in een gevecht winnen? Moet ik? Ja, zij zijn zeg maar op jacht. Ze hebben nog niks gedaan. Met advantage. Twee keer. Eentje is een ready attack. Oh, deze is een advanced source, dankjewel. Dat was ik weer de eerste voor deze. Oh, nee, de eerste. Maar denk eraan, die 16 van is ook niet raak geweest, hè. Dus het ding heeft redelijk een armor class. 13 had ik, maar goed, dus 16 is ook niet eens raak. Nee, dus echt Is het gewoon puur huid wat we zien? Ja, dat is puur zijn huid, ja, zijn... Het is geen beast, maar het is wel een monstrosity, maar het heeft wel gewoon... een zekere armor plating, zal ik maar zeggen. Oké. Okay. Vergelijken met, metalen harnas, zeg maar. Hij zit stenen armor plating. Ja, een beetje meer op de stenen achter. Ik zou niks keihard uit hebben. Zelfs als je op net of tegenaan tikt, hoor je gewoon toek. Het is echt massief. Eigenlijk. Is het grond? Grond. Dus eigenlijk moeten we water gebruiken. Ja, super fijn. Op steen. Of lightning. Of lightning. Lightning hebben we. Ja, jij hebt shocking grass. Lightning, wat? Nee. Lightning op steen. Nu daarentegen is Genji. Bij Pokémon niet, maar bij andere dingen wel. En ik ben er goed wel. Zephyr Strike. Een naam en een bonusactie. Ik pak hem in free interaction met Adamantine Dagger. En ik ga dan toe. En een flanking steken, maar ga ik door. Ja. Dat is een touch.
Ja, we niet zo niet naar de afgrond. Ja, dankjewel. Maak het lekker maar. Wat van dat is u? Had je sowieso nog maar spullen? Hoe zou ik dat doen? Heb je het gewonnen? Ja, maar dat was gewoon cool. 18 om te raken. Dat is mis. Okay. 18 is mis. Ja, dan ga je. En je merkt gewoon, dat is in de elementen. Sorry. Je komt er niet door. Elementen 19 om te raken. Ze is mis. Wow. Je schaat toch langs, je maakt wel een krasje. Maar je hebt zo'n. 20 nog niet doorheen. Oh man. Of 21 of 7. Ja. Of 22 of 7. Oh man. Oké, okay, hoe kunnen we zijn AC loweren? Deze springt via de stenen. Ik ga naar onder toe. Oh, wil je ook in de map hem? Je moet met hem grappelen. Nee. Kan hij niet opstaan? Ik heb een 1 en een 4. En gelukkig heeft hij zo handig als het nieuwe film gaat. Boah, kijk. Nee, ik ben echt chips aan het dobbelen. Waar is het? Kira. Ja, even een onderzoek. Oh, ik heb een goede idee van Kira. Nou, volgende week mag je. Ja. Zal ik het doen? Als je diep bent. Altijd diep. Ik dacht dat ik Earthbind kon gebruiken om ervoor te zorgen dat hij prone bleef. Maar ze hebben het alleen over flying speed. Ja. Dus hij kan wel gewoon opstaan dan. Maak je zijn speed 0 met Earthbind? Staat al in speed become 0? Ja, dat staat specifiek: its flying speed is reduced to 0. En graag dat het niet dan. Ja. Ik check het even de zekerheid. The target must succeed on strength saving throw its flying speed, if any, staat tussen de haakjes, is reduced to 0 for the spell's duration. Maar het lijkt als je Earthbind gebruikt dat hij gewoon meer is. No, no. In principe is het alleen tegen flying creatures interessant. Ja. Stop. Maar Genji komt toch ook nergens natuurlijk toen hij hem deed. Jij zat er toch ook in vast, of niet? Toen. Met Limmy. Want dat was eigenlijk mijn plan. Ja, maar je hebt nog eentje in dit plan. Helaas geen plan. Ik heb ook een grapple. Ja, nou dan. Ik schrijf een noot. Triangle chain zero, grapple. Ja, maar dan. Oh, good. Oké, ik weet wat ik kan doen. Oh, doe het. Ik spring op zijn staart. Ik hou zijn staart vast en zo probeer ik hem te grappelen. Yes. Oké, dan mogen we grapple checks gemaakt door elkaar. Jij moet je strength gebruiken, je athletics scoren. En hij mag zijn athletics op acrobatics gebruiken. Sowieso iets plus 36. Kom op. Wat heb je? 1? Ja! Allebei van jou, Charlie, vandaag. Hey. Graag gedaan. Dankjewel. Heel lief van je. Oké, I'm a die. Ik had een 17. Dus je wilt waspakken en je merkt gewoon, je krijgt weinig grip op, maar als je ging zwaaien, wat? Word je het in de wereld losgegooid, zou ik maar zeggen. Oké. Okay. Dan is die buletten. De buletten die staat op. Wat is dat? Radiation! Oh, ja, klopt. Ja, ga je gang. Tjew! Een 23 op raken. Dat is raak. Yay. Woe! 17 damage. En is dat ook in zijn resistance? Ja, wil je even vertellen inderdaad. Wanneer hij resistant is to fire, wordt het volledige damage. En als hij immune is to fire, wordt het resistant tegen fire. En dat is het. En 17 damage, hè? Ja. Oké. Goed, dat was jouw ready attack. Dan is hij nu aan de beurt nog altijd. En het trapte tegen de grond aan. Nu vind je het niet heel spannend? Ja. But the earth. I can feel it in the earth. Ja, daar komt even wat neer. The red sun rises. But the fat hobbit, he knows. Blood has been spelled. Eyes always watching. Ik wil voor iedereen die om me heen staat. Dus dat wil zeggen, Genji net niet. Maar voor de rest iedereen behalve me trapt af. Yay! Dus geldt ook voor de drie lycanthropes. Oh. Nou, 2 van de 3 wolpen hadden dit wel goed. Een dexterity saving course, alsjeblieft.
Nou, wat consistent. 33 of hoger. Ken je niet? Ik hoorde niet. Oh, sorry, je staat er niet bij dan. Wil ik weten, chat? Ik heb een 5. Oké. Okay. Dat is geen 1. Netjes. Geen 1. Koekie? 10. Jullie twee vallen op de grond prone. Samen met een van hen. Auw. Prone, there's no limit to your death. Zo. 12 damage jullie twee. 12! Dus 6 voor ons allebei. Ja, of 12-0, dat mag ook. 12-12, 6 voor jou. 12 damage. Godzonne man. Ik ben down, maar... kom weer terug. In de P, dat is het pijn. En nu is hij bedankt met zijn... normale attack nog. Hoezo kom je weer terug? Bij hij heeft die spoiler aan. Death Ward. Die ritual. He cannot die. Nee. Daarna. This time. En hij valt een van de lycanthropes aan. Als ik naar 0 ging, dan moet ik weer naar 1. Okay. Pijnlijk raak. Geen critical, maar wel. Is hij al opgestaan? Ja. Oh. Maar daardoor kreeg ik mijn hand als een shot. Dat is minder heftig, maar... alsnog genoeg. To take her down. No. Oh nee. Even lekker zoeks. Mis nu een B. Pak zijn andere Charlie. Maar hij leeft al. Het is net de verkeerde voet. Ah. Hij leeft al. Nee, deze is neergevallen. Ja, je kunt hem saving throws en... Doet een good barrier ook restoration? Restoration? Nee. You try. Gewoon zo erin doen zo. Nu is Koepie. Dat is even door. Ik ben niet door. Oh, wacht, je bent teruggekomen, ja. Alles weer pijn! Ik sta op. Au. En ik doe. Hij doet. Wat doe ik? Je kunt jezelf verder nemen, ja. Hoezo? Omdat je nog maar één hebt. Oh, je kunt nooit onder de één. Jawel. Nu wel. Eén keer. Zoals de half-orc ability. Nu is het klaar. Ja, dat vergeet ik ook altijd. Wat een flutspel. Ja, man. Wat een blauw flut. Spence Running is een leuk spel. Wat een nee, het is een spel. Wat een dubbele bol. Ik wijs naar aan en ik zeg, you, grovel. Dat is mijn command. Maak een wisdom saving throw. Is dat een creature toch? Denk het wel. Ja, niet staat human over, dan heb je een probleem. Nee. Creature. Oké, okay. Nou, dat vind ik wel. Ik heb een 12. Fail. Oeh. Jouw beurt, ga je prone en dat is je hele actie. Cool. Ja, de lijken in de universiteit is dood. Dus je andere lijken. En die valt het beest aan. Oh, in attack roll. Is wel verwandeling naar de raak. Hey. Deze mensen hebben moeite met. Haha. En ik gooi daar een aantal damage bij. Cool. 5 damage voor degene die het onderdeel gaat. Dan zijn we bij Genji weer. Gelukkig. Je ziet de cookie heel zwak staan. Je ziet één lycanthrope half opgegeten worden. Ik stool mijn bow. Ik ren langzaam. En ik prik hem eerst met mijn adamantine dagger, als ik flankig sta. Oké. Dat is 1. Ja? Maak het schoppen. Oké, dus die staat. Dat is 28 om het te raken. Oké dan. Die is wel raak, toch? Bijna. Deze. Oeh, iets kennis. 17 plus 5 is 22 schade. Yes. Netjes. En bitch. En ik ga door. Wanneer ik bijna mijn full movement weer heb gebruikt. Maar hoeveel stappen sta ik van hem af? Momenteel. Lopen. In principe zijn jullie 10 feet van hem af. 10 feet.
Oké, dan ren ik naar hem toe. Stab ik hem. Ren ik 20 feet verder. Dat is zelfs 5. Kom, maakt hij mezelf dat recht? Dan schiet ik op die 20 feet nog mijn Spider-Man dagger. Oké. Okay. Maak je dat gewoon alsjeblieft. Dat is gewoon een 2 roll dan, hè? Ja. Dat is 19. Oké. Okay. Dat is onvoldoende. Schets af. Tink. Zit dat goed? Ja. Ik heb, ik weet niet of ik iets deed, maar ik heb hem met mijn adamantine dagger. Misschien heeft die adamantine niet weer. Oké. Genji is toch top of round? Toch? Ja. Ja. Wat heb jij gedaan? Nee. Ah, sorry, sorry. Mag je nog een keer? Ik heb ook hier naast elkaar staan, dus... Ik heb ook niks. Ja, ja, precies, ik heb jullie samen weer overgeslagen. Volgens mij heb je een stukje overgeslagen. Ja, ja, ik heb inderdaad Slay met hand overgeslagen. Ja, zo kan ik ook winnen. Ja. Ik ga dat jou bij, het is goed. Ja, ik sta dan op. Ja, oké. Okay. Fair. En dan... doe ik een hakken met de zwart. Hakken met die zwart. Hakken doet hem niet. Hakken doet hem niet. Hakken doet hem niet. Nee, want dat is net advantage. Hoezo? Hij ligt plat toch? Nee. Nog niet. Oh, nee. Echt, ik kom mijn ene. Nee. Oh, dat was een 1. Fumble. Ik zeg het. Oh, nee, Arkham. Nee, 8. 38. 33. Dropped weapon. You drop your weapon and it falls 10 feet from your location in a random direction. Oh, oh nee! Oh, mijn leven is voorbij! Nee! Het zwaard ligt op de rand van de afgrond momenteel. Maar ja, ik heb mijn vingers. Met je bonusactie? Aan druk. Ja. Oké. Okay. Tonk! En toen je handen achteraan. Tink! Yes! Twee, ja, ik doe nog even zo knibbel ook zo. Tweede attack. Mag ik nou een tweede attack doen? Je hebt gewoon een extra attack, ja zeker. Nice! Yes. Want of je nou een attack hebt, nog een attack doet. Nog een in! Nog een in! Nog een in! Dat is waarschijnlijk niet genoeg, maar het is een 14 om te raken. Nee. Nee. Zit ook nog. 10 keer in je. Ja, je tikt echt te gedaan. En nu is. Hé, het is niet meer zwart. Niet handig, sorry. Nee. Fireball. Hey. En. 3, dat wil raken. Mag je damage doen, spit? Nee. 13 damage. Oh, okay. En Rick, belangrijk. Als hij resistant is to fire damage, krijgt hij nu volledige damage. Als hij immune is to fire damage, krijgt hij resistant damage. Als die niks tegen fire damage is, krijgt hij gewoon dubbele damage. Mm-hmm. Zeker? Ja. Vind ik prima. Nee. Ja. In dat geval ook de normale. Waarom zou je eerst jezelf buffen? Oh, oké. Okay. Waarom zou je eerst jezelf buffen? Oké, okay. Volgens mij zijn ze heel iets anders. Ja. Ik bedoel de buffen. Ja, dat weet ik. Dat wat in Lycan ook aan erbij staat. En die mist. Kira. Nu mag je zeggen of je wat Kevin dacht te gaan doen of wat was dit dat je moet doen. Lekker ons uit. Niet van niet. Ik. Huh? Oh ja, want Genji is snel geweest. Ik wil graag een Tangle casten op dat ding. Is het een creature of your choice met een Tangle? Want het is wel echt heel veel terrain in één keer. En tot allemaal difficult terrain. Motherfucker. Is each creature? Ja. Ja. Dan doe ik. Ik sta nog steeds op melee, hè? Ja. En dat is echt super shit. Chillalog, die heb ik niet. Hoe sprak je het dan zo goed uit? Niet Chillalog, maar Chillalog. Chillalog, dat is het. Chillalog. Kwam wel anders. En doe Chillalog. Ik heb in principe nog altijd één plekje vrij voor een extra spel, mocht die nodig zijn. Maar nee. Wat? Wat? Wat ben je aan het zeggen? Ik kan een plan, nou okay. Laat maar. Ik sla hem gewoon met mijn korenstaaf op zijn kop, zo tonk! Nou, oké, hoe ga ik dan? Oké! Dat is awesome. Nee,
21. Die raakt ook gewoon op. Ja, het raakt wel. Je staat ermee, je slaat net tussen die schakels in. Voor je schakels weg. Vraag, er staat 1d6 plus 2 en de zaak staat 1d8 plus 2. Als je 200 was, dan heb je 1d8. Ja, dat had ik natuurlijk, anders had ik niet had kunnen shield? Slaan. Heb je een shield? Heb ik een shield? Waar staat dit? Dat weet ik niet. Of ik een shield heb. Ja, ik moet dan wel een shield. Je hebt geen shield. Ik heb geen shield. Dat kun je natuurlijk al aanvallen. Prima. Nou, dat is fijn, dus dan ga ik met 1d8 plus 2 spelen. 5 damage. 5. Heftig. 5. Dat is niet veel. Maar het is precies genoeg om dood te maken. Nee, dit is een beetje meer van Kung Fu Panda. Goedak! 5 is 5, vertel. Ik zo whack op zijn hoofd. Ja. Dan is de bulette. En die op de grond gaan liggen, heb ik begrepen. Yes, please. Oh, wat zijn we aan het doen? Ja, boy! Nu is Cookie en nu is het dus niet meer. Het is één round, toch? Voor Kapel. Ja. Of Command, sorry. Cookie, wat doe jij aan jouw beurt nu? Hij is gaan liggen. Nog een poging! Inflict wounds! Natjes! Level 3! Wow! Maak een pot, jongen! Wow! Pa. Met een andere dice! Kom op! Pa. Ja, oh, kom op! What the fuck! Een 1 en een 3. Wauw! Hoe dan? Level 3 spellen! Jesus, jongens! Cookie, goed man! Dat trillen van de grond is misschien ook je eigen onzekerheid van de wat? Dat zijn je knieën. Volgende, precies. Volgende dobbelsteen. Heeft iemand rood visé bij zich? Ik heb een ei. Wat is dit? Ja, twee misvanten. Ja. Jullie zijn. Wat heb je aan de beurt, joh? Dit is er is niks gedaan. Er is nog een dingetje. Een shifter, denk ik. Yes. Nee, die is een been kwijt. Oh, die is oud. Bye. Maakje nummer 2 inderdaad is goed. Oké. Ik hak nog een keer met mijn zwaar. Nou, ook wel als wandertje, toch? Ja, nu wel. 20. Is een 27 op raken? Is voldoende. Voor werk. 27. Is 9 damage. Plus 8. En is 25 op raken? Ja. Is 11 damage. Netjes. Dus ik zit er één keer in. Het is wel een beetje omhoog, niet helemaal. Steek er nog een keertje, dat je een goede plek hebt. And you draw blood. En ik zeg: hit me with your best shot. Fire away. Mitata. Ja. Ik weet dat kapje verwijt. Oké. Ik wil graag een ready action doen, dat wanneer die opstaat, ik een fireball doe. Oké. Lijken nummer 3, die gaat proberen om het beest aan te vallen. Hé, hey, die raakt! Hey. Wow! Ja, die hebben niet zo'n tackles jullie jongens. Wow. Ongelooflijk. Dan is Genji. Nou ja, laten we hetzelfde doen. Met mijn free interaction draw ik mijn Fury Light Dagger niet meer uit. Stop running. Run in. Oh, dagger is onderweg zo in de langs. Maak je tackles maar alsjeblieft. Een plantage. Even kijken, ik heb... Natural 20? Netjes. Op de eerste en de tweede is een. Misschien kijk ik nog een keer. Die is een 19. Even kijken, de natural 20 is. Wil je ook je speciale D8? In die zes. Zal ik erbij doen? Nog een in die zes. Doe je daar speciale in die 8 ook bij? Mag ik dat doen? Mag ik uitzetten wanneer ik wil, hè? Nee, dus één keer per ding. Give yourself one advantage on one attack that deals once before the spell ends. Nee. Je hebt niet gezegd voor de attack, je hebt nu al gehitting gevormd, dus. Oh, je moet het van tevoren zeggen, of wat? Nee, wel. Net zoals mij is het als één. Deze. Dan ook deze. Moet je met smile ook tevoren zeggen? Na de attack roll, maar voor is het confirmed, volgens mij. Ja, als je de 20 ziet, mag ik dan zeggen toch?
Ja, ja. Au. Ja, maar dit is zwaar genoeg. Dit is wel heel veel, ja. 10. En dit is waarom rekenen op school het belangrijk is. 10. 15. 21. 23. 26. 36. 30. 32. Plus 5. 37. Plus 2 als de humanoid is? Nee. Oké. Okay. En mijn tweede attack was ook geraakt. Dat is dan gewoon een 1, 2, 4. 4! En dan ren ik erdoor. Dat is weer. Cool. Je komt langs. Lig op de grond. Je springt er even kort gewoon op. Je gebruikt meer als obstakel in de weg. Als een stepping stone, dat wat anders. Steekt allebei nou terug erin en allebei komen ze best goed erin. Op een gegeven moment eentje is moeilijk om eruit te trekken. En je doet krak, hoor je ook echt gewoon een stukje uitbreken. En je ziet hem in een paar stukken zelfs lekker te vallen. Yes. Hoe dat gaat. Ben je direct versteend, dat is alsof je gesteend hebt liggen, maar wel breng je een stukje uit elkaar. Okay. Nice. Daarmee is de combat over. En gaan jullie verder op pad. Maar niet voordat de twee lycanthropes... Ik ga huilen in een hoekje of zo. Zo veel draait een kwastiel. Ik heb ja. Kira. Wil jij een shield? Ligt eraan. Misschien kun je van deze huid, van deze man, van deze beest, een shield maken, want jij mag geen ijzer gebruiken. En ik heb wel wood carving tools. Dit is steen. Mag het houdbijten op een steen? Succes. Snel klaar. Ik heb één keer de fout gemaakt, is bang dat doen. Was een idee. We kunnen hem stone shapen naar een shield. Oeh, ja. Het is 2 AC. Alleen het enige nadeel is, je kunt niet meer met twee handen je korkstaf gebruiken. Oh, dus de eerste keer in een half jaar dat ik dat ding gebruik. Ik wil heel graag een shield. Wat een goed idee, Gantje. Dankjewel. Oh, gek. Ja, inderdaad, hè. Ja. Dankjewel. Ja. Dat is niet het idee. Jullie gaan ook. Kom er eens voorbij. Ik wil gewoon... graag hype van hebben. Kun jij even een scavenger? Ja. Dan wil ik even jou een investigation check hebben. Aangezien Gantje mij dit idee heeft gegeven, vraag haar om mij te helpen. Aangezien investigation check, wel allebei met strength. Een strength check. Strength. Want dit is echt meer het losbreken en ontwikkelen dan wat anders. Dat is niet goed. De hoogste telt. Dat is een 6. 5. Je krijgt niet echt een paar stukken van, oh, dat is wat je moet hebben, maar je neemt gewoon een brok mee. Okay. Wel een cool een stuk, maar dat is iets van borden is zwaar. Dus je bent een 20 LBN steen mee nu. Dat is niet erg. Dan je 10 kilo aan steen. Ik heb extreem weinig spullen bij me, dus dat is helemaal prima. Pas makkelijk. Gelukkig is Kiel mee bucht, dus is een... Ik pak wat touw van iemand, klein touw van iemand. En ik bind het achteraan mijn rugzak vast. Zodat ik het om mijn rug draag. Oké. Okay. Obelix. Sure. Ja, het kan wel. Maar dat is dus tot de twee langstroom zou zeggen... Wij gaan terug. Dit gaan we niet meer riskeren, maar zijn twee al helemaal niet meer. Wat jammer. Ik wil graag mijn besje in de mond stoppen van diegene wat zijn big guy is. Ik gun het je dat je net op tijd bent. En je schrik wakker. En volg mij. En dus ik, ja, zo na doet ze paniek. Hij heeft geen honger. Super dikke bedoel pijn. Mooi, ik heb wel goed gegeten. Oh, ja. Ah, mijn been! Datzelfde idee zit er wel in. En met terugtrekken van hun vriend ondersteunen nu weliswaar in wild shape om samen ook te kunnen klimmen. Dus nu wel een climbing wild shape, dus niet mee hoeven te nemen. Trekken ze zich eens terug en gaan jullie verder naar een rustplek verderop in het gebergte. Wat jammer dat jullie moeten mogen gaan. Mogen we wel nog even de weg vragen? Je weet, de globale richting, de rest is continu navigeren door het grandere landschap. Dus okay. Jij bent Tom. Ik heb een kaart. Ja, en een paspas. Ik heb een kompas, heb ik die nog? Ja, een hoedhoed. Je hebt een hoedhoed. Ik heb een hoed. Nee, een hoedhoed, dat is grap. Top. En bij deze gaan we naar de pauze toe. Zoals gezegd, voor de kijkers, we hebben namelijk iets leuks voor de weg gegeven. Vanwege de coronasituatie en de gedeeltelijke lockdown, krijgen jullie, als jullie een leuke reden kunnen bedenken, een Barpik aanzichtkaart lock-in editie toegestuurd. What? Voor de verandering mogen de WAMs ook een keertje meedoen, want jullie gunnen het namelijk ook de rest van de week. Yeah. Maar de opdracht is als volgt. Oké.
En jullie hebben hiervoor tot de pauze eindigt, want dan kies ik de meest interessante uit en die interessante, goede, leuke. Ik ben nu zo bang voor Jesse. maar in ieder geval, in de comments, of nou op YouTube is of op Twitch, maakt me niet uit. Zet je in principe neer met wie je graag opgesloten wil zijn om Barpik te gaan spelen. Character of alleen een Barpik te gaan spelen? Persoon. Ja. Met of zonder drank is optioneel al dus te maken van Barpik. Dankjewel, Jono. Character van The Wonders? Nee, jezelf met iemand. Okay. En waarom met diegene samen met je Barpik? Dood of levend. En je hebt daarvoor tot 9:55. Want dan komen we terug met The Wonders. En dan ga ik kijken in de chat welke ik het meest interessant vind. Inderdaad, een persoon naar keuze. Met wie wil je Barpik spelen? Mogen wij de whiteboard schrijven? Kun je dat eigenlijk zien met de camera? Is misschien wel grappig. Met zin. Oké, laten we zitten. Nee, denk niet dat het. Moet je kijken? Nee, het is niet. Dat zou leuk kunnen zijn. Fair. Misschien wordt het leukste hier opschrijven achteraf als. Voor de volgende keer. Reminder. Je mag er nog een paar weggeven, dus dat scheelt. Dus je mag opschrijven, inderdaad. Met wie zou je graag op zoet willen zitten? En lekker genieten van een potje Barpik. Met of zonder drank. Ja, maar dat kan niet zijn. Tot nog iets meer dan een kwartiertje. Succes zo. Allemaal. Ik ben reuze benieuwd naar jullie avonturen, zal ik het maar noemen. Tot zo. Tot zo. Ik heb gelijk bij mijn camera. Drie, 8, 3, 2, 1. Zijn we nog live? Jullie zijn al live van het moment dat hij op twee zat. Dus, Oh yeah! Mooi ook het aftellen in de video erbij. Goed, welkom terug allemaal. Als goed is, dan is het weer. Ik zie iedereen steeds in beeld, dus dat is fijn. De nieuwe camera setup werkt nog altijd. Ooit te beginnen met de giveaway overigens. Misschien wel even een schrale troost. Ieder wat vandaag niet wint, zolang de lockdown doorgaat, dus we hebben zeker weten die volgende week, geef ik er weer een paar weg. Dat hebben we geregeld met Jonathan van Barpik. Toch wat meer weg kon geven, door nu gekke tijden zitten. Nice. Maar als je daarentegen niet kunt wachten, op Tabletopia kun je Barpik ook spelen. Speciaal digitale variant, wat je in principe gewoon doet met een videochat service. En in principe tot 8 man volgens mij ook Barpik online kan doen met aangepaste opdrachten. Maar eens kijken, de winnaars van deze speciale aanzichtkaarten, gestuurd door Jessica Pig herself. Van deze groep ga ik voor Jesse, in de hoop dat Dave ooit zijn geld terugbetaalt. It's not gonna happen. Nee, terugbetalen een bier is ook goed, hè. Hij is pas jarig geweest. Gun hem. Wat moet ik je terugbetalen? Weet je, die enkel? Dat is jouw schuld. Jij liet me sporten. Jij liet de arme Jesse sporten. Ja, de visio was toch al snel. Ben je er verzekerd voor, toch? Toch je eigen risico. Aan de andere kant. De winnaar van de mensen in de chat, en ik ben even nu naar de Twitch gegaan. Ja goed, wie ga ik daar laten winnen? Nou, weet je wat? Ik ga eventjes mijn jaloezie op Breaking Branch even een bot vieren. Tweet Geek, jij krijgt van mij 2 ansichtkaarten toegestuurd. Oh. Op Instagram, of via de mail, of via WhatsApp, stuur me even je adres door. Zorg echt dat er bij jou een paar leuke ansichtkaarten bij komen met een berichtje van The Wonders. Moet ik mijn adres ook even doorsturen? Ja, doe maar. Want jij past verhuisd, dus ik heb je nieuwe adres niet. Dus ja, doe maar. En met die giveaway achterwege, TweetGeek, Jesse, gefeliciteerd. En... Het kan best pijn doen. Zoveel dit ook pijn dat jij zit, dat jij knuffelt met Matthew Mercer en wij dat niet konden. Stiekem is alleen. Wie is Matthew Mercer eigenlijk? Oh boy! Here we go! Hij scheelt je een attention spellen voor de meme, dus ik vergeef het je. Hij maakt een grapje, jongens, hij maakt een grapje. Goed, dat is niet te min. Even terug naar het verhaal. Voor de pauze zijn jullie het gebergte ingegaan, een paar mensen hebben een leiding gepakt. Dat ging met wisselende resultaten, goed of fout. Cookie was bijna dood, Slay was bijna dood. Een paar Lightning troops zijn dood gegaan. Op een manier aangevallen na een trillend voorgevoel door de Augury spel. Door Cookie. En werd aangevallen door een billet onderweg. Wat je overleefd hebben, maar niet zonder schade. Cookie heeft een zware pijn. Dus heeft Slay ook wel redelijk wat schade gekregen de vorige keer, maar... Beurtje. Voor de rest allemaal levend, maar niks zo heftig als de killing blow door Genji. Of course.
En het is nu avondje alleen, de lijken zijn teruggetrokken. Simpelweg hun groep is te uitgedund en te verslagen om verder te gaan. Ze nemen het risico niet meer in dit gewerkte. Proces. En hebben besloten terug te gaan. En dus nu gaan we eens even mooi kijken wat jullie nu gaan doen. Is wat jullie willen bespreken deze avond? Is het volle maan? Nee, het is geen volle maan. Maar zij heeft de steen om het volle maan te maken. Als ze wilt. As you wish. Denk je dat we even aan één tegelijk, want we hebben vertraging in de video. Dus als we elkaar praten, is de mensen thuis helemaal niet meer te volgen. Kevin. Ik wil graag mijn Radiant Seed, die ik had gekregen en wat ik vergeten was van meneer Ikea Man, wil ik graag gaan malen en iets van maken, zodat ik het kan gebruiken. Crazy Frog. Want je moet het eerst malen nemen gaan, toch? Je moet er een beetje poeder op maken. De herbs bedoel je? Ja, ik heb gewoon de Radiant Seeds in zijn geheel gekregen. Ja. Die wil ik graag gaan malen, zodat als ik dadelijk een potion wil maken, dat ik dan een stofje stoppen kan. Oké. Hoeveel seeds heb je momenteel? Een handjevol. Een handjevol, oké. Okay. Ja, toch, want die moet ik van tevoren malen. Hè, ja, je moet ze vijzelen, zal ik maar zeggen. Ja, okay. En meestal doe je dat of je wilt ze gaan drogen, of je gaat ze vijzelen wanneer je ze wilt gaan gebruiken. Oké, dan wil ik graag weten wat ik moet doen bij Radiant Seeds, weet ik dat? Nou, in beide gevallen zou je ze moeten verpulveren. Oké. Okay. En geef me tot een soort van, heb je zoals een vijzel normaal gesproken werkt, echt crushen, tot je klein maken, fijn maken, om dat bijvoorbeeld dan als een poeder doorheen te strooien, ofwel afhankelijk of er sap in zit, om het kapot te maken. En dan in je potion te gieten. Oké, dus het is niet zo dat ik het maal en dan bewaar, zeg maar. Dus... Weet je niet bij deze. Oké. Okay, je hebt ze niet eerder gehad dus. Dan ga ik beginnen met malen om te kijken of ik ze zo moet bewaren. Mag ik even jou een poisoners kit checken alsjeblieft? En dan mag je alsjeblieft je strength voor gebruiken in dit geval. Dit zijn vrij harde seeds. Kan ik erbij helpen? Omdat het nieuw voor haar is? Nee, ze was al mee bezig. De strength met proficiency, ja. Dat is een 16 gegooid, min 1 is 15, plus 3 is 18. Oké, okay. Dus het is inderdaad echt, echt even je spierballen laten werken. En ongeacht al je stabbings en je zegt van dit is misschien moeilijk dat je moet doen om dingen gecontroleerd kapot te krijgen. Maar is kapot en er komt dan een sap uit. Oké. Okay. Dus je weet wel, je moet het ergens opslaan of je moet het tegen toepassen. Ik heb nog een lege healing potion vial, kan ik dat daar in doen? Ja, in mijn poisoners kit zit ook vials, toch? Ja. Of ik maak er meteen eentje. Hoeveel LB haal ik eruit? Uiteindelijk heb je twee schaal, je haalt er 2 LB uit. 2 LB. Dus 2 van de 5. Goed om te weten, bij mijn potion creation moet je 5 LB totaal pakken. Meestal 2 of 3 moet minimaal de basisbestanddelen zijn. En kunnen verrijken met iets anders. Ik wil graag gebruiken 3 LB Wormtongue Paddles. 3 LB Wormtongue Paddles. 1 LB Radiant Seeds. En 1 LB Chromaslime. Oké, ik pak even je DC erbij. Ik kan hem ook heel even uitrekenen, of volgens mij is het document in de hand? Ja. Ah, perfect. Dus 10 hè? 10 plus Worm Paddles is niks. Wat? 8 toch? Oh, 8. 8 plus 2 is 10. Plus Chromasla. 14. DC is 14. Ja, dus je mag nu je rol maken. In principe mag je daarvoor pakken je Intelligence en Christian bonus. Ik ben best. Dus meer het laboratorium samenvoegen, dus dat is iets op gevoel. Oké. Maar ik ben proficient, dat is 18, dus ik heb hem gehaald. Ja, ik heb hem dat gehaald. En je mag dus 1 potion met al deze effecten gecombineerd. Vet. Nice. Toegeven, het kost wel een paar dagen in game, dus je hebt het mooi vroeg al. Nee, maar het proces ervan, normaal gesproken is het voor de waarde voor zijn 5 GP per dag. Dus. Je hebt nog eventjes. Ja, is goed. Maar kun je elke avond een beetje bijwijzelen, weer verder gaan, mix dikker maken. Cool. Dat je hem helemaal bruikbaar hebt. You stab your enemies with. Oké, tot dusver. Genji's avond voor de komende dagen. Wat doet de rest? Ik wil graag een potion nog maken.
Gewoon een normale. Dus je pakt je 5 LB aan. Wat is een balk? Ik heb een keer herbs voor potions gekregen. Maar zoveel potions, dus daar ben ik nog aan mee bezig. Oké. Okay. Mag ik even je alchemy check maken, alsjeblieft? Ik doe dat normaal aan met wisdom. Mm-hmm. Dat is meer op gevoel, maar bij poisons net iets delicater. Haha, 24. Nou, je bent je vloef niet helemaal verloren. You got this. Het kan toch. Oké. Okay. Ik wil mijn woodcarver's tools gebruiken om gewoon een beetje verder te spelen aan mijn voet. Oké. Okay. Mag je even daarvoor een check maken, alsjeblieft? Een strength plus proficiency modifier. Vanwege jouw woodcarving proficiencies. Even kijken. Had je het trouwens nog niet? Even dat check. Wat zeg je? Woodcarving proficiency had je niet, hè? Nee. Nou, puur strength in dit geval. Dat is een 18. Ik ben bij een schaven. Kleine bloemetjes, een paar dorens zijn geen. En goed, het ververen. Je pak is dus wat te diep, maar je weet geen moment als je van, nou, ik kan het wel maken. Toch? Ja. Niet handig. Niks. Uitrusten. Bijbroken. Chillen. Fair. Nou, je hebt bedrijf hebben in Slay. Ik wil graag mijn Manticore ei uit mijn kast pakken. En het goed bestuderen. Oké, waar is een nature check voor me? Nature check. Oh. 19. Oké. Okay. Ja. Het is een vrij hard ei. Het is echt wel. Zelfs als je kijkt, als je gewoon een kippen ei zou pakken, dan heb je van alles. Of je schaal pakken en hoe hard die zou moeten zijn, is deze opvallend veel harder. Ik weet niet of het zo hoort. Daarentegen, als je ziet de manticore erin zou moeten zitten, zou het best kunnen. Maar in ieder geval is het van ja. Als je iets meer wilt, zul je waarschijnlijk iets moeten doen wat de eieren werkt. Dus. Zit on that bitch. Ik ga de kleermaker set zetten. En ik leg hem zo tussen mijn benen zo. En ik wil graag mijn kleding en alle kleding en stof en zo wat ik heb daar zo inleggen dat hij gewoon goed warm blijft hier aan. Oké, okay. En doe je overdag mee? Achter je backpack flikkert en klaar? Of weet je dat ook warm op een of andere manier? Schijnt de zon overdag. Ja, maar het is wel herfst inmiddels, hè? Dus het zijn niet de meest warme dagen meer. Ik laad hem in een. Ik heb nog iets van overige kleding bij me. En ik laad hem in die kleding ingewikkeld. Oké. Okay. En 's nachts fluister ik lieve woordjes. Cool. Wat zou gebeuren als ik zou proberen Speak with Animals te doen door de eierschaal heen? What are we to find out? Oeh. Wat vind je daarvan? Als ik een beetje goed doe, hè? Slij? Je hebt er over mijn ei. Uh-huh. Nee, niemand komt in de buurt van Amadeus. Kom ik vandaag. Amadeus! Amadeus, Amadeus, Amadeus. Nee, van Genji. Ik wil niet weten hoe dit eigenlijk gaat. Nee, die is zo groot. Genji, zou je met jouw manticore in je ei willen praten? Waarom? Waarom wil niemand mij met zijn manticore laten praten? Er is geen manticore, ik heb een ei. Maar in je ei zit een manticore. Oh ja, 5 goudstukken mag je proberen. Zien ze geplot? Klopt, ze hebben nog steeds niet uitgelegd hoe seksuele voorlichting werkt, hè? 5 goudstukken. Nee, hoeft niet, dankjewel, schat. Eentje. Nee. Oké, doe maar. Is klaar. Genji, nu hoeft het al niet meer. Oké. Misschien morgen. Weet je dat zeker? I've got a lodge. Dit is misschien wel je enige kans. Yeah. I've got a lodge. Zijn we niet op te fokken met z'n allen? Ik zou het doen hoor. Nope, te laat. Kun jij niet spreken met een. Ik ben weer met mijn voet aan het spelen. Stop. Nee, ik kan geen speak with animals, of speak with beasts, of speak with plants. Ik kan geen doorn strijken of zo. Nou, dat was het dan voor Soundstack. Oké, okay. De ochtend gaat verder. Tijd voor de laatste etappe in deze pas. Hoop je dat anders. Wie gaat hem leiden? We zijn allemaal een keer geweest, toch? Ja. Ja. Oh. Maar we hebben iets nieuws in dit geval. Dus kun je niet nog een keer zeggen, ik interview nog iedereen een keer. ik knal tegen Cookie aan zijn Cookie. Huh? Zou we niet gewoon Jan Kompas gebruiken? Oké. Okay. Je knalt tegen Cookie aan, hoe ziet dat eruit? Gewoon voor de tackle richting die berg af. Ja, ja, is goed. Oké. Okay. Naar noordwesten, denk ik.
Geen idee, jij bent degene die dat ding vast heeft. Gaat Cookie of gaat Genji doen? Nee, Cookie gaat hem doen. Doet mijn kompas het wel? Hier een. Hij doet het, oké. Okay. Looks like it. Dan ga ik met het, via het kompas naar het noordwesten, maar daar moeten we naartoe. Oké. Okay. Maak eventjes voor mij een survival check. Survival. Hoppatee, 19. Verder op het kompas gaan jullie verder op pad. Je zult een paar keer moeten afwijken van het kompas simpelweg om daarna weer terug te keren naar het goede pad. Op dat simpelweg, ja, misschien de rechte lijn, zullen we zeggen, naar de kant waar je naartoe wilt. Het gebeurt meer dan eens dat wederom de grond trilt. Alleen het lijkt ergens op hele gebergten staan aan het trillen. Oké dan. Oh boy. A thunder battle. Wat wil je doen? One big shark. Is het voor ons, achter ons, waar? Overal om ons heen. All around. Nee. Dolby Digital. Yeah. Misschien zit die in het wist af en toe, maar het eerste tegenkomt, is het aan de rechterkant van jullie. Met die hele heuvel zie je gewoon trillen. Misschien moeten we stiller reizen. Hoe ziet de heuvel die trilde echt uit? Rijk. Als een heuvel. Gewoon een normale heuvel aan beide kanten gelijk. Give or take. Of loopt het toevallig iets meer in een punt richting één kant? Ja, is er nog goed op bed? Nee, gelukkig niet. Oh, wacht nog wel. Maar? Oké. Wat dan? Ben ik veel langer voor doorlopen. Tempo maken, maar wel zachtjes met dingetje. Stelt de tempo. Tempo maken. Pass without a trace. Pass without a trace, pass without a trace. Iemand pass without a trace. Ja, heeft iemand dat? Heeft iemand dat? Ja? Maak je een grapje? Ja, iemand heeft dat. Hij maakt een grapje, ja. Ik kan zijn gezicht niet zien. Ik zie gewoon een black. Ja, pass without a trace. Voor iedereen alsjeblieft. Oké. We hoeven iedereen eventjes een passive stealth. Wie heeft een passive stealth van lager dan 15? Wow. Dat wil dus zeggen 10 plus je stealth bonus. Met pas lager dan 15. Met pas without trace. Ja, dat is de 10. Oh, zo. Dus 15, waar die 10 al in zit. Oh, ik. Oh, ik heb lager. Oh, echt ik. Ja. Daarom willen we dobbelen. Niemand heeft ook een plus 5. Dat zijn die kleine steentjes voor ik. Ja. Nou, betekent wel dat je nu mogen dobbelen voor een group check. Hey. Wij vier. Allebei. Hoppa. Amadeus. Ik hoef eens te kijken, dat scheelt. Hey. Nee, dat is niet. Wat moeten we halen, Rick? Pas op je. Met de Pass Without a Trace? Mm-hmm. 19. Netjes. Kia? Met Pass Without a Trace. Of je 25 of zo. Tata. Met of zonder Pass Without a Trace? Met. Niet zonder de minis voor de camera. Dan heb ik. Wat is nou? 22. Okay. 25. 5. Oh, sorry, Reggie. 21. Oké. Okay. We gaan weer sneller. En het gaat op zich wel redelijk. Je hebt het gevoel dat jullie stil aan het gaan zijn. En je maakt wat meer vaart. Aan het geven ze echt rennen. Het trilt toch vaker op weg. Is het nog iets wat jullie willen doen? Dat heb ik het allemaal, dat kan nooit. Oh, wacht, 31. Met een 1 zou je 22 hebben. Wat is je vraag? Wat we nog willen gaan doen met al. Ja, ik heb nou natuurlijk een beetje de feeling te pakken, dus ik blijf lekker zoeken. Naar herbs. Oké, dus ons is precies overal een beetje rommelt en dan geef je van, ik ga wel minder snel lopen en ik ga even op zoek naar herbs. Ja, mag ik het je helpen? Of ik loop juist iets verder dan? Oh. Ik kon wachten op stellen. Mag ik aan jou? Oké, jullie twee stoppen. Je gaat een herb zoeken, is goed. Niks checkers. Al bijna pakken. Hmm. 17. 14. 17 of 17? 14. Ah, ik heb 17. Oké, okay. Nou, samen zoeken. Je vindt niet echt wat van herbs. De rest gaan een stukje verder. Wat doen jullie nog? Dat is mooi. Of ga je staan kijken hoe ze. Ja, een beetje omgeving in de gaten houden. Zeker of die berg nog kabaal maakt.
Hoe zeg je Devenveld? Ander idee. Ik ren door. Je zal er even de sporen gevonden zijn om te zeggen: ik ga! Zij? Ik wacht mijn brand aan. Oké, zij gaat naar voren toe. Deze, ik moet je een beetje in de gaten houden, een beetje een vader overigens van de groep. Deze, misschien een leuke paar stukjes in. Het zijn voornamelijk dorens en ja, ik. Echt onkruid waar je denkt, daar heb ik helemaal niks aan. Nee, dat is vulling. Nee, Genji, die hoef je niet mee te nemen. Oké. Okay. Ik kan moeten door, die andere tussen al door. Oké. Maar duurt niet lang. Voordat de grond nog meer beeft. Ook in de buurt. Go, 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 ik go. Ik heb hier alleen een strength saving throw. Een strength saving throw? Oké. Okay. Goed, vrij goed. Nee, 17. Oef. 13. 10. Kier en Cookie, we vallen om. De grond is zo hevig schudden, je weet geen houwis te pakken. Gaat vol, ramt met je voet, zeker je andere voet, beland je bijna tussen de shiver, tussen een paar stenen die wat uit elkaar spreid naar elkaar verschuiven zijn. Trek me snel terug. Huh. Oh, bijna twee voeten kwijt. Maar dit lang voelt dat er een enorm gevaartig uit de grond boort. Wow. Het is groot, het is paars. Het is paars? Een, ja. Hey, paars? Dit is de kleding die ik daarvan heb. Ik kan het niet zien. Ik kan het allemaal niet zien. Je hebt iets vast, maar ik kan niet zien wat. Het is een penis. Kijk, ik zie het al. Een penis. En nu ronddraaien. Snel ronddraaien, heel snel. Moet je zelf slaan. Het is een one-eyed worm. Ja, precies. Dan is hij dood. Wat jullie zien is deze paarse worm. De basis is eigenlijk zo groot als menig huis. Dat is puur de basis van het lijf. Oh. Het gaat omhoog. En het hoofd, je ziet op zich in de ogen alleen maar echt rijen tanden die naar binnen toe gaan. Lovely. Beetje zoals bij je Star Wars ding in de grond waar ze op een gegeven moment mensen induwen met haar staf. Ja. Dat alleen nu met een heel groot lijf, wat hem ook een stukje reach lijkt te geven. Oh, maar eigenlijk bij Battle for Middle Earth waar die echt super chill aan het hebben. Ja, die ja. Maar hij blijft in de grond, kijk. Hij is nu boven de grond. Ja, je komt er niet helemaal uit. Nee, niet helemaal. Okay. Maar hij is nog steeds groter dan kijk. Die schip die jullie op gezeten hebben. Minimaal 3 keer. Oh, man. Dit ding is groot. Weet je wat we moeten doen? We moeten met hem gaan praten. Hallo. Succes. Hallo. Jullie drie liggen achter. Jullie liggen op de grond. Wat doen jullie twee? Opstaan. Half moe, goed. Rennen. En een dier veranderen. Welk dier? Dat ga ik je nu vertellen. Op heuvelachtige trein, denk eraan. Ja, vooral de difficult train. Oké, dan ga ik het je nu niet vertellen. Misschien als dat denk ik, welk dier is goed? Wanneer had ik Genji? Verander in een slang, dan denk ik dat je zijn baby bent. Een mini skill. Een worm! Een worm! Fried fight. Earthworm Jim. Fried fight fight. Wat ga je doen, Genji? Ik heb mijn poison in de grap. Shoot the arrow. Die schiet erop. Awesome, amuseer me. Oké, ik ga. Nou, maak je schoppen, maar niet zeggen. Ik wil maar rennen. Ik wil schieten, dan moet ik denken, nou, we gaan. Ik ga naar Jassy en Dave. Oké, op zijn Genji is echt dash. Even maak je boog. Not gonna do this. Hij begint keihard te gaan. Nee, mijn poison is nog niet klaar. Wat doen jullie? Jullie zijn verder in een beetje waar, een beetje in de buurt waar zij achterbleven. Trillen de grond hier ook? Oh ja. Alleen de scheuren komen net terwijl jullie die grens zijn. Oké. Okay. Dus je zou kunnen zeggen dat er maar één is. You certainly hope so. Ja. Oké. Okay. Ik ren wel door, maar iets langzamer. En dan achteruit kijken van... Kom on, jongens, kom in mijn zicht. Dat. Oké, slijp. Tja. Create bonfire. Weet ik wel. Eigenlijk zo'n kruimelspoor van create bonfires. Dat kan niet, ik kan nog steeds maar één. Als ik eentje een nieuwe doe, dan verdwijnt die andere. Ja. Moet je hopen dat ze binnen dat jij de andere maakt, de eerste hebben gewonnen. Wij rennen door een bebost gebied. Nee. Door een open veld. Precies, heuvels. Je zit aan het einde van dit deel. Rennen we bij een grote berg af. Je bent nu met zo'n berg af aan het gaan. Heuvel klinkt echt anders dan berg. Zie ik ergens nog... Het is berg achter, maar het is allemaal heuvels om het gaat. Is het nog, zeg maar... De Limburgse bergen zijn gewoon heuvels. Is het nog echt stijl?
Nee, dat valt toch mee. Dus je kunt niet zeg maar zo vallen dat je dood bent. Niet snel. Er zijn een paar stukken waar je gewoon wat dieper in kunnen vallen, omdat het echt wel vies pijn kan doen. Ja. Oké. Okay. Heb ik verder niks aan. Dus. Even dan door. Oké. Okay. Rij ook een beetje half tempo zoals Mithranta of wel ja, gewoon? Ik zoek het lekker uit. Ik blijf enigszins bij Mithranta, maar als hij echt langzaam wil rennen, dan ren ik hem wel voorbij. Ja! Goed, Genji is zo daar. Weet je wat je wil doen? Ja, ik wil even kijken. Ik zou één of twee dingen willen doen. Dat ding is nu voor mij. Dit ding. Paas de slot. Het is een stukje verder weg nog. Hoe ver is verder weg? Je gokt een 60, 70 feet. Voor mij. Achter jullie, of niet, rechts van jullie. Jullie zijn hier en daar zijn Slay en Mithranta. Oké, okay, maar we zijn het dus eigenlijk al voorbij. Ja, maar de vraag is of hij inderdaad jullie niet inhaalt. Ja, oké. Okay. Nee, dat is graag, dat is wat ik graag wilde weten. Dus dan doe ik achter mij. Doe ik. Waar is hij? Waar is hij? Nee, die hebben we al. Oh ja. Achter mij doe ik een tangle op dat ding. Want wij zijn daar al ver uit de buurt. Strength team doet ook. Ja. Pas als je aan de beeld, toch? Even kijken. Het kost sowieso je actie. Ja. Ja. Klopt. Mijn beurt, als hij begint, moet ik dobbelen. Ja. Ja. Je bent de laatste van dit gezelschap, dus hij is hierna, dus dat scheelt. Mm-hmm. En Cookie dan? En Cookie dan? Nee, wat? Die heeft net ook gedaan. Maar Kio wil net ik op een animal vorm. Wanneer ik haast een spel moet hij doen. Oké, nu dus. Ja, komt ie. Oké, dan heb ik 18. Kut. Ik bedoel, hè, falen. Maar dat mislukt dus. We zien het goed, wat meer onkruid zo groeien. Hij zegt gewoon, waarom is zijn pad maar gewoon onverminderd omhoog. Oké, okay, dan ren ik verder. Oké, okay, en je begint gewoon mee te rennen. Sorry, hij begint mee te rennen. Nee, jij begint mee te rennen met Bas en Genji. Genji op, dat is Genji, zoals je gewend zijn. Hij heeft gewoon voetjes. Ja, zo'n super groot worm met zo'n super kleine voetjes. Ja. Met diglet. Ja. Goed, 1000 voet. Oké, maar dan gewoon twee voetjes. Met twee. Eens even kijken, ja, dit wordt leuk. Dat is negatief. Ligt daar even een beetje in ogen. Het lijkt op het pas alsof hij gewoon een grote zuignap heeft. Ja, geen ogen dus. Dat is chill. Dat is chill. Nee, maar blind is niet al niet. Dus wat hebben we dan nog in? Vier. Suck my eclair. Suck my. Wat man. Het beest slaat. Je kunt gewoon dat. En begint te, ja, echt door te tunnelen, zou ik maar zeggen. Richting waar jullie naartoe gaan. Dat is voor zeker zo de passen afsnijden, zo gezegd. Bij alles op de difficult train. Is Pass of Trace een concentration spell? Oh boy. Ik ben bang voor wel. Ja. Dan mag je eerst even een Constitution Saving Throw maken. Constitution Saving Throw. 17. 17. Je houdt je persoon 2 is vast. Maar alles hier wordt nu difficult terrain. En je mag dus allemaal in het begin van je beurt dadelijk eerst een 17 doen om niet knock prone te raken in het begin van je beurt. Okay. Ik ben niet vulnerable voor difficult terrain. Je moet alsnog de 7 doen. Dus je bent wel prone vallen, want maar je hebt wel eens tijd nog. Moeten we dat nu doen? Begin met de beurt halen. Ah, oké. Okay. Er gewoon een paar grote vissers op de grond. Echt gewoon, waar echt gewoon ravijnen ontstaan. Gewoon simpel door de kracht van het beest. Je hebt wel het idee van, dat zijn die aardverschuivingen voor goede waarschijnlijk. Ah. Kijk jullie. Er zijn geen bomen aan. Laat ik vooral blijven rennen. Je zit dash gewoon door. Ik ga langs mijn hand en langs slee. Ja, ik blijf daar wel in de buurt omdat ik. Kijk, ik geef wel om aan, dus ik blijf wel een beetje in de buurt. Oké, okay, blijf met de zunt weer hangen nu. Ja, zoiets. Oké, Cookie. Hij is dus nog achter ons, toch?
Hij is inmiddels echt langs voor jullie gekropen. Dus hij staat in de weg van de locatie waar we naartoe moeten, toch? Nee, als jullie naar noordwest toe gaan, dan zijn jullie noordoosten van jullie. Hij stond net in het oosten van jullie. Oké, dus we kunnen, we kunnen wel langs hem. Hij begint nu echt een stuk om jullie heen te draaien, lijkt het wel. Net zoals de schep die door dat zo. Oké. Ik weet niet hoeveel vier is die van mij, hè? Give or take veel, maar... 60? Nee, dat niet. Hij is verder dan dat. Verder dan dat. Kan ik binnen 60 feet van hem komen? Als ik... Met een portrait? Nee. Nou, het is index 70, dus maakt niet valt. Jij ook nog. Oh, sorry. Sorry, ik was vergeten het nog te zeggen in jullie beginnen weer. Ben ik gehaald. 11. 1. 1. Hoppa! Bijna de 40. Oh, dat gaat hard. Wat gebeurt er bij de 40? Ja, dat is okay. Nu kun je zeker weten niet meer in 60 feet komen. Oké. Okay. Ik sta op. Ik loop verder richting... de kant, maar dan kan ik dat niet doen. Noordwesten of noordoosten? Noordwesten. Oké, okay. Begint goed te gaan. Kira, zit je zeer toch? Kan ik nog wat doen? Als je echt zo goed werken, ja. Of wil je dashen? Ik wilde niet dashen, want ik had... Je hebt in principe ja, 10 feet gelopen door het difficult terrain. Ja, dat maakt me niet, dat maakt niet uit. Is er een plek richting het noordwesten die echt, die je best wel duidelijk is in ons pad, die nog niet difficult terrain is ofzo. Nee, alles hier momenteel binnen 100 feet is difficult terrain. Shit. 100 feet. En buiten die 100 feet wel. Sorry? Buiten 100 feet kan is het niemand dit. Zie je helemaal niet zo. Dus, alles is goed en zo ravijnen aan de start. Ik heb een spel die 120 feet range heeft. Die, ja. Die ik wil eigenlijk doen op een plek waar het niet difficult terrain is. Maar je moet wel een punt kunnen zien bij alle spels. En dat kan ik niet zien. Dat was gewoon te rocky, te heuvelachtig. Shit. En te veel wisselend. Nee, binnen 6 seconden breekt nog steeds alles wat je ook gebeurd hebt. Dus ja, dat dash ik wel. Ja, ik weet niet of niet. Dat dash ik wel. Wat ik doe, of ik doe dodge action. Ik doe dodge action. Klaar. Oké. Okay. Ik ben serieus, ik hoop dat hij niet naar mij toe komt dadelijk. Precies. Oh, oké. Okay. Kira, daar zit Simdro. Oké, okay. Struikelt op de grond. Mm-hmm. Staat op, neem ik aan. Ja. Wat doe je? Ik wil graag Cold Lightning doen. Oké. Okay. Waarom zijn jullie verbaasd? Nee. Ik ga aanvallen. Ik ben verbaasd, maar je kunt mijn gezicht gewoon niet zien. ik wil graag tijdens het rennen gewoon zo... Jongens. Gewoon zo achter me eigenlijk zo'n wolk oproepen en... Terwijl dat ik een beetje stabiel. Jongens, die. Oh, wat was dat? Ik heb geen rustig inzicht. Ik dacht dat ik niet maakte. Oké. Het scheelt dat de camera nu uitmaakt voor het mappen. Wel vind je traditie doorzet om elke keer de camera te mappen als we een stream hebben. Oh, wat was dat ook? Niet waar! Bam, en ik heb geen rustig inzicht. Hier sloeg, de spanning was op te snijden. Oké. Okay. Ja, wat was ik nu? Call lightning. Ja, dat is achter me. Dan roep ik een wolk op. Terwijl dat ik met de ene hand weer mijn staf gebruik om door te redden, gooi ik een bliksemschicht neer op Purple Snotty. Dus op de achtergrond Purple Worm, maar richting het oosten, want dat is achter jou. Voor deel waar je eerst was, zou ik maar zeggen, of echt naar hem toe? Nee, naar hem toe. Oké, okay, dus dat is meer noordoosten van jou. Ja. Oké, okay, de Call Lightning. Hallo, de stormen. Daar zit ze even, toch? Ja. Jesse, lach me niet uit. Het is leuk hoe je ploep zei. Deel maar. 15. 15. Dat is mis. Dat is staat er langs en het staat gewoon neer tegen de rots en gebeurt wel niet veel met je Call Lightning. Maar ik krijg wel half damage, dus ik ga toch 3d10 rollen en dan voel ik me ook wat beter over mezelf. Dat is sure. 1-1-1. Nou, sorry. Dan. Sorry. Dan kun je ook even voor de fireball dan. Goh jongens, ik denk dat ik volgende week toch geen weg ga drinken. Dat is jammer. Dat is een 3 om te raken. Nee, dat is 3 damage. Inderdaad, dat is 13. Wat? Ja, drie. Dat is wel 3. Je hebt 3 ingegooid, nee toch? Nee. Zo, hé. Dat is een D8.
Oh man. Dat is ook een deel. Hoeveel wijn heb je gedronken? Dat valt me ook wel. Best wel veel. Voor Charles is het scherm nog heel erg groot. Een heleboel. Echt? Hij is er blij van. Wow! Ik bestond het helemaal niet. Oké, vijf. Vijf. Twee keer en één keer. Halve damage is ook damage. Nee, damage. Dat is voldoende. Ja, ik raak deze zielige verschijning. Charlie? Ja? Hij staat er weer op. Oh. Je hoort een donder rommelen, je ziet een schikje. Afketsen. Oké. Okay. Oh, daar zijn ze nog niet door. Nee. Wat zie ik aan de reactie van de beest? Je mag een perceptie maken, want nu zie je in de momentiele reactie het gewoon op hem afkets en het lijkt nog steeds dood te donderen. Maar als je echt wil opletten op hoe de reactie erop is, dan zou je perceptie moeten gebruiken voor je actie. Oké. Nog één. Ik zit al op 40. Nee, toch? Nee, net niet. Oh, nee, ik heb geen één. 17. 17. Ja, inderdaad, wil je wel verder rennen of? Ja, zeker. Nou, het beste, sorry, ja. Slij. Hoe beweegt de paarse worm zich voor? Kan ik dat zien? Hij beweegt zich voort als een worm. Ja, oké, okay, dus oké. Okay. Dus niet dat dolfijnachtig zo. Nee. Ga niet grond in de grond uit. Oké, okay, blijf gewoon op de grond zo. Oké. Okay. Kan ik niks mee. Sorry hoor. Wij zijn nog redelijk ver van voor echt. Ja, jullie wel. Maar zijn snelheid is die volgende bij ons. Ja, oké. Okay. Mag ik doorrennen en een ready action doen? Jazeker. Mag ik ook eerst een bonus attack doen en of bonus action doen en dan een ready attack doen? Ja. Oké, okay, dan doe ik een bonus actie. Hex op hem. Oké. Wat is de range van hex? 90 feet? Ja, die wordt denk ik een beetje, ja. Ja toch? Jawel. Maar als je heel lang in de buurt is, dus je dichtbij komt, gelukkig. Ja, precies. En ik wil blijven rennen zoveel als ik kan. En ik doe een ready action om dadelijk een Eldritch Blast om te doen. Oké. Okay. Wanneer hij dus in mijn... wanneer die gevaarlijk in de buurt komt. Wat is gevaarlijk in de buurt komt? 30 feet. Als hij dichtbij komt, dan ben je zo'n dandjak schieten. Ja. Cool. Je moet hebben allebei nog een XC20 voor me lopen, Frans. Weer vergeten, sorry. Oh, man. 1, 7. 17. Geen 1? Nee. Goed, jullie rennen door. Jij valt dus op de grond, dus je hebt half movement gemaakt deze beurt. Jij komt bij Genji in de buurt nu inmiddels. Inmiddels echt wel bij Genji. Genji ging joggen in plaats van rennen. Goed, dan is het grote wormding. Yeah. Hebben we een naam voor grote wormding of noemen we gewoon een paar snotje? De one-eyed monster. Moffel, die moet nog komen. We hebben Moffel net gekild. Piemol. Hey, we gaan rollen. En de grond begint weer echt enorm te trillen onder jullie. We mogen allemaal nog een keer een dexterity throw maken. Hoe is dat van het? Dat is beter. Oh mijn god, baas. Is het een 1? Ik heb mijn advantage gedobbeld. Ik heb een 1 en 3. Wow. Nieuwe dobbelsteden kopen. Zo'n advantage. Dodge action. Oké, ja, fair. Klopt maar. Dat is in de oog. Wie heeft een 18 of lager? Boah. 18 of lager. Ik ook net. Jesus. 24. Iedereen heeft gestort tegen de grond aan. En kijk, dat werkt natuurlijk in vorm. Ik wil stil blijven. Maar ik lag op land. Wat zou gebeuren als je gewoon stil ligt? 11 damage per persoon. En ik lag op de grond. In ieder geval, je gaat. Vision damage best 11. Groundception krijg je dan. Je bent dus opgestaan, je beurt om te lopen.
Dus zorg je voor. Ah, oh, tussenin ben ik. Oké. In het begin van je beurt moet je de rol maken. Okay, maar dat is 11 damage. 11 damage voor jullie 4. Kira. DM. Dit is heftig, dit. Je voelt de rol onder je trillen en koort steeds heviger en heviger. Tot hij naar boven te komt waar jij bent. Oh. Ah. 24 om te raken. Oh. Dat is niet mes. Oh shit. Net raak. Yeah. Ik vind het helemaal eigenlijk grappig. Dus deze 17 deze? Damage. En een dexterity saving throw, alsjeblieft. Ik ben praten. Acht totaal. Yep. Okay, jij gaat net richting de noordwesten. Rent ik hier aan. Op een gegeven moment zie je onder Kira in één keer. I'm being eaten alive. Daar komt wel op neer. Je andere been kwijt. Je bent blinded and restrained. Je hebt al total cover versus attacks. Nou, dat is handig. Maar aan het begin van die beurt krijg je dadelijk damage. Niet zo'n beetje. Steek hem nu in de mond zo. Ik heb hey, letterlijk niks meer. Je zit nou in een fire. Zit je nou in hem? Ik zit in hem. Oké. Kentje. Ik zit in hem, bro. Gehaald. Okay, ja, fair. 22. Dus ik heb je ook niet zo vaak te vragen, want ze missen goed. Ja, wat gaan we eens doen, jongens? What the fuck? Mij eruit halen. Ik neem aan dat in één ronde mijn poison nog niet klaar is. Heb je een idee hoe? Nee. Oké, jammer. Om alles had ik het graag aangenomen. Rick, ik heb een rare vraag, hè? Ja. Als ik op de grond ga... Oh nee, hij heeft altijd melee. Ik wou zeggen, als je op de grond gaat liggen, krijg je misschien dat het vooral is, maar klopt dan niet. Mocht ik mijn hook retracten als reaction? Nee. Dat is behalve. Want ik kon datzelfde idee wel doen, zo in de grond steken als je kon zo opzetten. Dat kan dus niet. Klopt. Ja, weet je, aan een pijl omschieten. Toch niet beter te doen. Heftig. En 27 om te raken. Oké. Dat is raak. Hey, dat is damage. Nou, dat was heftig. Ja, ik ga door. Of heb ik ook gezien dat het hier is opgespot? Oh, zeker. Kan ik ergens hiden? Genoeg plek om te hiden. Je wil niet versterkt tegen hem. Ja, ik doe het toch. Oké, okay. Start check. 16. Koepie. Vraagje. Is zij onderdeel van hem nu? Nee? Ligt er wat je wil doen. banishment. Gaat zij mee? Dat is een risico. Ja, die jongen heeft best veel boeken gelezen, dus dan moet je toch gewoon weten of iets wat in iets anders zit dan meegaat of niet. Er staat, you attempt to send one creature that you can see within range to another plane of existence. One creature is alleen een worm, dus niet zij toch? This whole creature is also banished. Wat zeg je? Ook? Ja. Oké. Okay. Moet even googlen, maar... Nee, dan doe ik het niet. Kan ik binnen 60 feet van hem komen? Ja. Zeker tot hij echt net voor je neus omhoog gegaan is om Kira op te reden. Oh ja, dan command ik puke. Regurgitate. Als het net zo moeite is met het woord uitspreken als jij nu, dan heb je misschien geluk. Regurgitate, please. Wat is de 70 moet je hebben? Wisdom, alsjeblieft. Natural one. Natural one. Kira, wat doe jij? Oh, je kreeg damage aan het. Oh, fijn. Maar wat heeft hij?
In zijn beurt moet hij zijn command doen, toch? Ja, or follow the command on its next turn, ja. Yeah. Dus, okay. Die zegt dat. Hoop dat het werkt. Oh, het hoop ik dat het werkt. Kira, je krijgt damage. Oké. Okay. Voor Call Lightning, ik weet dat bijna niet voor mezelf, maar... staat... The spell fails if you can't see a point in the air where the storm cloud could appear. Stormcloud is er al, die is weggegaan nu? Constitution check tegen 22 damage alsjeblieft. Oh. Dus 11 is je DC. Oeh, mooi. Precies 11. Oh. Plus dingen. Plus dingen. Plus dingen. Hij doet het nog. Plus dingen. Maar ik geef wel een advantage om te ontwijken. Mm-hmm. Simpel dat je niet kunt zien waar je op mikt. Je geeft hem advantage op. Nou goed. Meestal mikt zich op zichzelf. Ja. Ik ben op mezelf, ik weet dat ik pijn kan krijgen. Kan, want je 3D10 man. Want je hebt natuurlijk wel het stukje van, waar ben ik nu in godsnaam? Dat is ook wel iets dat die helpt als je geen idee hebt waar je bent. Ja, ergens in de worm, maar... Ik wil oog dicht doen, niet dat ik iets kan zien. Oog dicht doen, voelen waar ik de donderwolk voel en daar een bliksem zich uit vastpakken en op hem neergooien. Je mag je damage van me doen. Ik heb de same door, ja, oké, okay, half damage. Zei je, ik mag damage doen. Jij doet de save, oké. Ja, dus hij kreeg zo half damage toch, met deze spreuk, dus. Mm-hmm. Ja, dat is waar. Nou, dan gaan we eens kijken of het met deze gelukt om 3D10 te pakken. Het zijn al 2D10. Dat klopt. Waarom zie ik dat? Is D10? Ik heb een D10. Because you drank too much. Zie je wat er hier liggen? Ja, nou, ben bij, ja, goed zo. Zag je mij? Ja, oké, okay, wat er zojuist gebeurde was het volgende. Er staat een bakje waar de dobbelstenen in moeten en één dobbelsteen ging voorbij het bakje. Op een of andere manier. Dat is 6, 3 en 1, dat is 10 damage. Oké. Of vooral weer. Donderschip, ga ik een pakje langzaam. Dus Kira leeft schermen nog, dat is een fijn teken. Dit land daar. Zo erg is het vandaag. Oh, Vic! Oh. Nou, blijkbaar gaan we hem aanvallen. Ik doe wel een Scorching Ray. Oké. Het is 77, toch? Nope. Gewoon 3 aanvallen van mij. Oké, sorry, ga je doen. First one is a 21. Wat is naam? Wat is hand? Raak of niet? Ja, oké. Okay. Tweede, 22. Ook raak dan. Derde, 19. Nee, kan pas. Laatste is... Nou, raak, ja. Nice. Dan... Hij is gewoon goed, mag draken, dus dat scheelt niet. Ja, snap ik. Mm-hmm. 28 fire damage. En wanneer hij resistant is to fire damage, is hij nieuw resistant van volledig damage. En als hij immune to fire damage is, is hij nu resistant tegen fire damage. Oké. Okay. Dat is 2. Goed no. Wat is wel nog? Wil je rennen? Zie ik überhaupt het einde van dit heuvellandschap? Ja. Hoe ver is dat vanaf? Nog een flink stukje rennen. Oké. Okay. Ik zie het wel. Zeg maar, is het nog een kilometer? Of is het zo 2 kilometer? Of is het 500 meter? Of is het... Ver genoeg, maar trein wisselt nog altijd. Oké, okay, wat was dan mijn perception check? Heb ik niks meer van gehoord. Fair. Hij leek nergens er last van te hebben, whatsoever. Ja. Niet te merken dat de bliksem insloeg. Geen reactie op te geven. Van een fire wel, toevallig misschien. Ja, het werd geraakt, maar je lijkt niet echt zo'n, oh, het is me geraakt. Dat gevoel heb je niet. Nou, laten we doorgaan dan. Oké, okay, en je gaat gewoon door. Sly. Je ziet, ja, Kira is weg. Cookie zie je zit achter het beest, zie je niet meer. Ja, ik ben in zijn range nou, denk ik ondertussen. Mm-hmm. Dus ik val hem maar gewoon aan. Dus ik doe Eldritch Blast op hem. Wow. Gewoon dat ik kan. Wow. Heftig. Je mag hier bij de tijd niet doen trouwens, dus je mag even 2 keer achter elkaar.
En zij is er binnen in range gekomen, dus dat... Alleen als gewoon... dat tussendoor doen met z'n andere Lair Action en zo, ben je een beetje vergeten. Oké. Dat is eerst, vanuit mijn ready action, kan een 22 om te raken. Eerste beam raken. Beam! Dat is waar ofzo? Dan hebben we daarna een 21 om te raken. Tweede beam raken. Beam! Dan hebben we een 19 om te raken. Beam raken. Beam! Oh, dat is wel jammer. En een 13 om te raken. Mis. Dus 3 beam raken, dus 3 D10 alsjeblieft. No beam. Plus 3 keer je D6. Hex. Hex. Ja. 6. Oh. 6 en 7 is 13. Plus 5 is 18. 19. Is 22 damage. Lekker. Zie ik dat dit hem wel iets doet? Je raakt hem. Maar of je echt denkt dat dit hem veel pijn? Het heeft geen gezichtsuitdrukking, dus je ziet dus even kunnen kijken van oeh. Ja. Dan wil ik mijn free interaction nog gebruiken om te roepen. Waarom lijkt het dat dit hem geen pijn doet? Ik wil graag van in de worm hun gezicht zo. Je zit erin, ik kom er eigenlijk zo bij, maar dit. Het feit wel. Dat je zelf als hartse lacht zegt genoemd. Van man. Oké, nou. Tot dusver. De poging om. Nou. Ja, als je zegt. Gezondheid. En nu hoop ik heel erg dat dat gewoon komt door het gichelen of iets anders. En niet ja, het is 100% wijn. Oké, niet zo dronken met. Fair. Yep. Als je het als moeder kan staan aan de bard, ik hoop echt dat je voor de bard verloren gaat. Gewoon die dingen inzetten voor je bard inspiration. Ja, maar het probleem is dat het moment dat ik hem uit een aanval van de bard moet gebruiken, dan zijn ze er niet. Het moet natuurlijk komen. Bij de bard dwingt je om stomme grappen te maken. Maar een stomme grap moet gewoon ontstaan. Dat moet gewoon een mooie situatie voor zijn. Wanneer jij een vicious mockery of zo doet, word je gedwongen om dat maar grappig te zijn. Ik heb ook bardic inspirations en this in reactions. Ja, dan toch. Maar, dat is niet de min. De worm is. Wow. Chuck me up. Chuck. Vanwege de damage zie je wel dat die cube begint te... Kokhalzen. Ja, een beetje coronatest. Oh, voor jou misschien. Nee, niet zo. Als Jesus Kevin. God damn. 12 plus, ik ben heel benieuwd dat het misschien te zien is. Jawel. We gaan een gifje maken. Als je ziet dat op een gegeven moment het weer terug lijkt te zetten, terwijl die verder gaat. Maar dan komt jouw spel in actie. Ik had een 1 gedood. Oh! En ik heb geen bonus om dat goed te maken. Puke. Dus, probleem is alleen, dat gaat vies hard. Hij zit al wat hoger. Uh-oh. Dus hier krijg je vliegles. Okay. We're flying high. We're flying right. Wildschip in een vogel. Misschien blijf je 6 seconden vliegen, dan kun je nog een wildschip doen. Ja, en een beer. En wat precies? 36 damage. En een goudvis. Dat is veel te groot. Met je meester. Kan ik wildschip terwijl dat ik in mijn neus ga? Nee, jij gaat... Je hebt die facepalm. En je bent eruit. En je gaat omhoog toe. Met nog een stukje zuur. En die acid wordt net jou net zo pijn deed. En je wordt echt gewoon eruit gelanceerd. Net gecatapulteerd. En nu hang ik als een limpe dol zo in de lucht zo. Nee, je raakt echt de grond al. Dus is net damage, bludgeoning plus je acid damage. Ai. En je raakt de grond, ligt daar prone tussen in zo'n ravijntje, zou ik maar zeggen. In het westen. It is not good, I am dead. Yes, dus, je ziet, de spel werkt! Hoeg! Oh, waar is Kikera naartoe? Angie, jij ziet er vliegen. Is het in de buurt? Ik ben een dash, jou kom je erbij. I want to the Chablis. Dit action, bonus action dash. Oké, okay, hey. Sprint en blijkbaar ongeveer heb ik zien vallen. En geef eens hier liggen.
En het ziet er op zijn zachtst gezegd ongemakkelijk uit. Je ziet echt gewoon een wond waar de huid weggevreten is. Ze ligt in een houding waar je denkt van... Oeh, ik hoop dat dat een keer rechtgetrokken kan worden. Heeft Vrije en Traks, maar ik heb even kijken naar de voet. Heeft ze die nog? Die houten voet is voor een deel ook weggesmolten weer. Nee! De gravering is niks meer. De voet in een half jaar tijd. Hij steekt de good berry, hij kiest de good berry en hij put de good berry in de mouth. Je wordt wakker. Alles doet pijn, dat even vooropgesteld. Geen mensen van... Oh, wakker. En je draait niet eens, je hoort gewoon knakt terwijl je weet het weer recht draait. Je wordt bijna gewoon weer zo flauw dat je weer kou gaat, maar je net nog... Met, ja. Ja, elke vezel leeft, ik wil niet dood. In het begin wordt zout er weer in te gooien. En daarmee eindigt de buffing, en die. Ja, maar valt ze niet flauw. Oké. Dat is serieus even door. Oké. Ja, doe het ook nog steeds. Natural 20. Ja, doe. Blijf nu al staan. Ah, beetje sterk door het feit dat je net de toon is gelukt om keer eruit te krijgen, maar die landing zag er niet goed uit. Maar ik heb gezien dat Genji bij er is. Je hebt een Genji die rennen die kant op. Je ziet ze niet waar ze zijn. Is die binnen 60 feet van mij? Oh ja. Oké. Okay. Ik doe zo. Leuk bij de camera. Dat is mijn item, distasteful to the target, spell component. En ik cast banishment. Hij steekt de middelvinger op, hij steekt okay. Niks anders. Mag ik een charisma saving throw, my god? Oeh, hopelijk heeft hij. Dit ligt nu echt in de bonus. 14. 15. Oh! Hij heeft een 17 min 3. Yes! Dus zeg maar, je zit... En je knipt met je ogen en... Poef. Is er niet meer een stuk glitter, zie je nog? En je zegt, ik heb een minuut. En ik zeg, go, 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 go. En je moet eens om het gat heen rennen, want het is echt, ja, oh, ja achterlaat die kraters op me zeggen. Oh, je ziet echt zo'n diepe tunnel. Oh, damn. En jullie rennen. Kira. Ik sta op. Ik heb ze toch niet. Een beer, of een wolf. Ik laat je binnen wolf. Voelt beter, maar... En je gaat. Yep. Met handen. Old man running. We fail our natural spunters. Very dangerous at short distances. Oké, we zullen dat begint gewoon best van. Iedereen lijkt veilig, let's go! Run. Oké. Heftig. Ja. Jullie rennen. Jullie gooien hem uit de bijzonder. Je gaat weer naar een stuk graslandschap. Je ziet in de verte zien ook nog een stukje wateren. En je ziet ook gewoon dorpjes in de verte opdoemen. En op een gegeven moment, wat later, zie je ineens weer terug die worm op de achtergrond. Die wordt de grond weer aan het duiken. Wat is zijn probleem? Wat doen jullie? Maar wacht even, we hebben nog steeds... Oh nee, je moet eens concentration naar jouw... Ja. Weet dat. Wat weet je dat? Ja, dat is inmiddels afgelopen, Constitution. Ook de clouds zijn inmiddels al verdwenen op het moment dat zij de grond geraakt heeft. Maar hoe ver zijn we ten opzichte van waar hij verdwenen was? Toch zeker een paar honderd feet, dus. Een paar honderd feet, oké. Okay. Maar dit is goed is 10 meter verder, bedoel je? Ja, ja. En hoe ver zijn we van de bosman nog? Jullie zijn hier bij die... Hij is eruit gewerkt nou. Oh, nice. Dan hebben we veilig, denk ik, toch? Op het moment dat hij terug... Ik geef uit dat jullie gewoon blind zijn gaan rennen en hoopte dat deze niet tegen te komen. Ja, op het moment dat hij dat terugproeft, zeg ik stop en ik cast silence waar we staan. Oh, nice. Het zijn die bubbel. Of jullie 70's maken tegen de silence? Waarom? Dat hij niet kan zien, misschien ons wel kan horen. Maar zou hij niet juist de trillingen van waar we lopen voelen? Ja. Is het niet handig om juist... Een beetje te spreiden en een boom te klemmen of zo voor even. Ja, maar silence, dan hoort hij niet. Trillingen niet meer. Het is stil waar we staan. Oké, ja, goed. Ja, het maakt precies trillingen als je loopt, maar als je stil staat met silence, ben je ook geen. Maar ik dacht, als daar stadjes zijn, dan denk ik die stadjes nooit zijn aangevallen. Ja, maar dadelijk leidde hem daar naartoe. Eervol, Genji! You are such a nice person. Oké. Okay. Wanneer was Genji dat? Ik kan niet denken wat. Oké. Het is gelukt, want ik kan zo met mijn been zo blijven twitchen, want niemand hoort dat.
Die trillingen voelt hij wel, denk ik. Je kunt ook gewoon blijven praten, dan neemt niemand door. Dan. Ja. Oké, dus die dommans. En kijk eens, een koek is vooral iedereen stilstaan. Volg ik niet. Ik doe dit. En zo. En je wacht eventjes en zie je misschien het beest gaat weer onder de grond. We zien nu een paar keer zo op en neer gaan. Ik doe nog steeds. Ook al, dat zie je wel. En iemand houdt het trillen op en de beest is weg. Doe je zo met je hand? Ik doe zo. Ik weet niet of de camera meegepikt heeft, maar ik hoop het wel. Kijk, we blijven hier gewoon staan. De volle 10 minuten dat het in zijn spel duurt. Kan Genji dat? Kan Kira dat? Ja, ik ben wel. Hij gaat zitten. Gaan we de bal spelen? Dat ligt een tankje. Doe je veranderen dan? Ja, dat is niet dat het goed nog. Ik wil ook aan doen. Ik zal verstaan, Slee. 10 minuten? 10 minuten. Nee, je hoeft niet vast te zitten. Ik ga gewoon vanaf moment 1 ga ik er gewoon bij zitten. Short rest. Mijn staart gaat wel zo en ik ga wel bij met Genji spelen. Gewoon zo met mijn lezen. Doek. Wat maakt ook dat hij doet. Ja. Oké. Gevaar is geweken. En nu? Roy. Loop maar naar het dorpje. Ja. Zullen we niet eerst pass for our trace dan? Pass for our trace. Maar wacht even, dat hadden we net ook aan en toen kwam het beest ook. Dus voor mij is dat niet zoveel zin als dat nu. Toch? Oké. Jawel. Is de science voorbij? I'm a wolf. Yes. Wolf, no cast spells. Laten we gewoon aan het startje lopen. Hi is Wolf, what is spell? I do. Oh. Jullie gaan verder reizen. Wie neemt de leiding hierin? Ik loop voorop. Ik loop voorop. Survival check. Naast Genji voorop lopen. Survival check, ja. Oké. Wat hebben jullie? 25. 16. Oké. Jullie gaan, onder leiding van Genji en de Wolf, ga je naar voren toe. Ga door het redelijk dikke begroeide bos heen. Dan zijn we net Link en de Wolf. Ik vond Genji en de Wolf al een kinder. Twilight Princess. Nee, ik ken hem niet. Dat is vet. Nou, dan niet, heb ik. Goed, jullie gaan door. Ik ging gewoon dichterbij tot je hier wat horen ritselen in de bos om jullie heen. Kom jullie heen. Wie is daar? Verstand over je. Wij komen in vrede. Je zou denken voor iemand die altijd weggaat dat hij een betere conditie heeft. Nou, de wijn is uitgewerkt. Wow, hoeveel HP had je wel weer? Niet veel. Als wolf, hoeveel heb je dan? 20. 20, oké. Okay. Fireball. Dus dan had je een spellevel 4. 1 HP als character. Is komt net niet uit, heb je het. Wat doe ik? Goeie vraag. Ik weet niet. Snel, wat zeg jij? Wat doe jij? Ik zeg. Wat reist er door het struikgewas? Okay. Ja, kut. De leiding pakken, geef het. Hé, hey, jongens, we horen wat. Koekje vraagt, wie gaat daar? Wat dat een beetje aan. What do I do? Moet ik een voetbal doen? Moet ik even wachten? En ze begint, ja. De zeemers die eruit te kwaken. Toch die traumatische ervaring van die Purple Worm toch achtergelaten, blijkbaar. Dus fair enough. En een gegeven moment uit het bos komen een paar mannen gelopen. Gekleed in huiden, bijlen, zwaarden bij de hand. En ik zeg heel aandachtig naar jullie kijken. En daar gaan we volgende verder. We hebben het overleefd! Maar echt, dit! Zoveel! Ja, dit! Ja, dat was. Ik was benieuwd dat jullie nu eens een keer een sterke monster tegenkwamen de verandering. Bas. Wie? Zijn we live? Zijn we nog steeds live? Ja, we zijn steeds live.
Ja, bovenop jullie bedankt voor het kijken. Ik hoop dat dit prettig was zoals voor jullie kijkgemak, tot dit al werkte met de webcam zo. We gaan die verzorgde kolen doen, laag die plastic zijde namelijk hangen. Ik maak ze elke week wel weer schoon voor door beginnen. En dan gaan we proberen op zo'n bedoelde 5 mogelijk te doen. En als de lockdown niet verder aangescherpt wordt, blijven we ook zo in jullie bieden. Hebben we nog een Jel vandaag, Kenji? Kevin? Zijn dat kwetsbie? Jel, Jel, Jel. Rom. Het zit weer drop. Yeah! Wow. Even zitten, ik ga de camera zo uitzetten. Bedankt voor het kijken, tot volgende week. En alsjeblieft, help ons met een beter Jel. Ja, Kevin. Kevin, ik vond het wel warm doorbaarlijk dat we gewonnen hebben. Hartelijk bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het tof vonden. En laat het ook gerust weten. Je kunt ons vinden op Facebook, op Instagram. Zowel met The Wonders of Echo Fantasy. Je kunt op YouTube comments achterlaten. Twitch volgens mij ook. En bovenal, graag tot een volgende keer.